Ja? Kunt u mij allemaal goed verstaan? Zo? Ja? Nou, zal ik dus het begin van deze roman voorlezen. Maar... Oh, dit allemaal niet, want dat heb ik er niet in geschreven. Maar... Nou, het begint dus als volgt, dit verhaal. Als Clemens bij uitzondering eerder uit zijn bed kwam dan Sita, ging hij naar de keuken om thee te zetten. En terwijl hij wachtte tot het water kookte, dacht hij... Ik ben toch eigenlijk een goed mens, dat ik haar niet vergiftig. Eerst dronk hij zelf een kopje thee, om de jeneversmaak uit zijn mond te spoelen. Arsenicum zou je in haar thee kunnen doen. Maar, als hij het zich goed herinnerde, was het een bekend feit dat arsenicum naar knoflook smaakte. Om wat dan te nemen? In zijn schooljaren had hij een naturalistische roman moeten lezen, waarin een echtgenoot zijn slapende vrouw gedood had door haar een lepel chloraal. En in de bloeiperiode van het naturalisme populair vloeibaar slaapmiddel, allang in onbruik geraakt, tussen de half geopende lippen te gieten. Daaraan kon je zien, had de leraar beweerd, dat ook de naturalisten fantasten waren, die over dingen schreven waar ze geen verstand van hadden, net zoals de meeste andere schrijvers. Want ten eerste, als je iemand die slaapt een drank in zijn mond giet, zal hij zich verslikken en onmiddellijk wakker worden. Ten tweede, dan kon je natuurlijk nog wel proberen de neus van het slachtoffer dicht te knijpen. Maar ja, op die manier was dat geen elegante gifmoord meer. Moest het eerder ordinaire geweldpleging worden genoemd. Kinkelhorst, hun leraar Nederlands, had het allemaal haarfijn uitgelegd. Een cynische grappenmaker. Was er zelf waarschijnlijk ook een die er dikwijls over gepiekerd had zijn vrouw te vermoorden. Waarom wist hij anders zo goed hoe het niet moest? Clemens voelde zich niet aangetrokken tot zulke mensen. Egoïstische spotters die zich buiten het maatschappelijk gebeuren meenden te mogen plaatsen. Burgerlijke praatjesmakers vol kwade trouw, niet begrijpend dat het niet doen van een keuze ook een keuze is. Te weten, de verwerpelijkste van alle mogelijke keuzen. Een keuze die derhalve vrij baan laat aan fascisme, racisme, imperialisme en kolonialisme. Gruwelijke plagen die verhinderen dat de mens op aarde zijn eigen lot in handen neemt en gelukkig wordt. Thallium heette de stof waarvan eigentijdse gifmoordenaars zich bedienden, las je geregeld in de krant. Het was, geloofde hij, eigenlijk bedacht om wormen te verdelgen of mollen. Hij werkte nooit in de tuin. Hij bemoeide zich niet met de chemicaliën die Sita over het gazon strooide als ze in een ijverige bui was. Thallium stond misschien wel in een garage bij de andere rommel waar hun luststof op getrakteerd werd. Hij keek er nooit naar om. Aan zijn eer van kritisch wetenschapper was hij wel verplicht haar zo nu en dan te waarschuwen toch vooral niet te veel tegen natuurlijke, milieuschadelijke, de edele bodem verpestende producten van de kapitalistische uitbuitersindustrie toe te voegen aan de grond. Maar dan werd ze kroppig, dan werd ze kribbig en dan schreeuwde ze: wat wil je dan, minkhukel, dat we de godganse zomer naar dorre plekken in het gras en half kaalgevreten planten zitten te koekeloeren? De biologisch dynamische methoden, zoveel gezonder, schenen nog niet volmaakt genoeg te zijn om te kunnen worden toegepast in een siertuin. Oké, hij had er geen verstand van. De theepot, de suikerpot en een leeg kopje zette hij op een blaadje dat een in de originele kleuren uitgevoerde Britse vlag van plastic was, liep naar boven, ging de slaapkamer binnen en zei: dag schat, ik heb een kopje thee voor je gezet. Oh, wat is dat lief van je, zeg. En met een ruk ging zij rechtop zitten in bed. Ja, Wim, je hebt hier een prachtige evocatie gegeven van hoe een academicus, misschien zelfs anonu nog, denkt over zijn maatschappelijk engagement. We weten allemaal dat Clemens uit een familie komt, zijn vader is een minister, uit een goede familie dus. En Clemens heeft zoiets als een slecht geweten. En we zitten hier aan de universiteit en de twee boeken waar het vanavond over zal gaan, dat zijn allebei boeken die zich in het universitair milieu afspelen. Misschien wel aardig, toen ik hier naartoe kwam met jou, toen dacht ik, we zitten hier aan een katholieke afdeling. Die heet Sint Aloysius. Het kan geen toeval zijn dat het zowel de heilige is voor de studerende jeugd als voor de pestleiders. En toen dacht ik, nou dan zijn we misschien wel op onze plaats hier.
Misschien is het wel goed als we eens een keer gaan praten over in hoeverre eigenlijk de universiteit een plaats is waar nog echt kritisch gedacht wordt. Er is in de jaren 60 een hele stroming geweest, de kritische universiteit, waar we eigenlijk nu al bijna niets meer van weten. En de nabloei daarvan zien we onder andere in jouw roman Uit talloze veel miljoenen. Vind jij dat de universiteit helemaal geen enkele kritische functie kan vervullen, eigenlijk helemaal geen pretentie kan hebben in dat opzicht? Wel, dat geloof ik niet helemaal, maar ik geloof wel dat dat in die jaren onder een kritische universiteit werd beschouwd. Dat was eigenlijk iets dat op zichzelf helemaal niet kritisch was. Het was een pas klaargemaakt idee, opgevist uit Marcuse en zo. En die mensen die waren wel kritisch, maar die waren kritisch volgens een bepaald schema, volgens een bepaald patroon dat vast lag in de geschriften van de toenmalige opruiers. En verder had het met origineel denken of met eigen kritiek had het heel weinig te maken. Ja. Dan geloof je dat de universiteit überhaupt een plaats is waar origineel gedacht kan worden? Het kan wel, ja, maar het gebeurt natuurlijk hoogst zelden. Maar als het op één plaats kan, ik zeg niet dat het gebeurt, maar als het op één plaats kan, dan is het daar. Hè? Niet in de Tweede Kamer, niet in het parlement, niet, noem maar op, niet op het stadhuis, niet provinciaal bestuur of wat dan ook. Hè? Als het op één plaats zou kunnen, ik zeg niet altijd dat het zou moeten, want dat is, het merkwaardige van die hele kritische beweging was dat hij eigenlijk uitging van studenten, van beoefenaars, van wetenschappen, vooral al mogelijke dingen die verwant zijn met de sociologie, de psychologie, de agologie enzovoort, waarvan ik niet geloof dat die enige werkelijk wetenschappelijke waarde hebben. Dat waren ook vakken die een jaar of 40 geleden zeer laag aangeschreven stonden. Bijna niemand beoefende dat. En die zijn opgekomen parallel aan de democratisering van de universiteit. En op zichzelf ben ik wel een voorstander van dat de vraag of iemand een universitaire studie gaat volgen of niet, dat niet afhankelijk is van de familie waar hij uit voortkomt, van de hoeveelheid geld die zijn vader heeft. Maar er moet uitsluitend gelet worden op de capaciteiten van die man. Of het iemand is die enigszins hersens heeft, of die wil studeren en of die bereid is om daar met voldoende ijver zich op te werpen. En dat soort dingen, dat werd in die tijd meteen dat werd heel onbelangrijk gevonden. Dat was was elitair denken en goed je best doen, dat was belachelijk enzovoort meer. Want de maatschappij deugde niet, dus een student die zijn best deed, die deed niets anders dan die maatschappij die toch al niet deugde, in stand helpen houden. Een onzinnige redenering natuurlijk. Niet dat ik vind dat de maatschappij zo deugt, maar hoe een maatschappij te maken die beter deugt dan de bestaande maatschappij, dat kon de beoefening van dat soort wetenschappen ook niet aan het licht brengen. En dat vergaarden deze mensen, of liever gezegd, ze wisten het waarschijnlijk wel, maar ze wilden ook helemaal geen wetenschap beoefenen. Ze wilden gewoon pasklare ideeën van Marx, van Marcuse uitdragen en daar herrie over schoppen en rumoer maken. En dat was eigenlijk alles wat ze wilden. En dat verstonden zij onder kritiek, maar ik versta onder kritiek iets anders. Is het niet een erg fatalistische boodschap die je nu verkondigt voor, kijk, wetenschappers en natuurlijk toch mensen die, neem ik tenminste aan, vanuit een bepaald ideaal willen opereren. En wat je nu op de universiteit ziet is een scheiding tussen de beta-wetenschappen die hun eigen weg gaan en de alfa-wetenschappen die zich maar uitbreiden en uitbreiden met vrouwenstudies en noem maar op. En dan vraag je natuurlijk al af, zijn die twee nog ooit samen te brengen? Is het nog mogelijk om de universiteit een wijkplaats te noemen voor het werkelijke vernieuwende denken? Of is het zo dat we in de universiteiten zo langzamerhand een plaats vinden waar geëxperimenteerd wordt
naar het model van allerlei persoonlijke opvattingen. Ik zit namelijk te denken aan het fenomeen zoals het in Italië nu plaatsvindt, dat heel veel professoren uit gamma-wetenschappen toeverleveraars zijn van allerlei ideologieën die nou niet van de meest frisse soort zijn. Ja. En ik heb de indruk dat dat komt, maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, dat komt omdat er weinig rationeel tegengas gegeven wordt. Het is niet eens een kwestie van het tegengas gegeven wordt, maar het gas dat deze mensen zelf geven. Hè? En dat wordt gedistilleerd uit het houthoudende papier waarop de boeken van Marx en Marcuse zijn gedrukt. Hè? Daaruit worden dus bepaalde dogma's. Het is eenvoudig een dogmatisch ding. Het is helemaal geen dat wat in die tijd en nu nog voor het kritische denken doorging, dat was helemaal geen kritisch denken, maar dat was dogmatisch denken. En anders is het niet. Maar ik geloof niet, ja, als je vergelijkt de vorderingen die bepaalde exacte wetenschappen maken en de vorderingen die bepaalde alfa-wetenschappen wel of niet maken, dan is het verschil natuurlijk afgrijzelijk groot. Als je bedenkt dat een jaar of 30, misschien zelfs 25 jaar geleden, een computer was, dat is een geliefd voorbeeld van mij, was zo groot als een concertgebouw, als een zaal, hè? Twee zalen. Hè? Op het ogenblik bestaan er apparaatjes ter grootte van een polshorloge die hetzelfde doen wat die kolossale computer 25 jaar geleden doet. Dat is dus een duidelijk meetbare vooruitgang. Dat soort dingen bestaat in de geesteswetenschap of in de gamma-wetenschappen helemaal niet. He, daar wordt dus gewoon, de ene man wordt populair en zijn populariteit zakt en dan komt er een andere man die weer het anders beweert, die wordt dan op een bepaald ogenblik populair. En daar gaat dan iedereen over praten of iemand gaat het napraten en verder gebeurt er niets, verandert absoluut niets. Het is absoluut uitgesloten dat bijvoorbeeld alle moeite die gedaan is om de laatste 20, 30 jaar de sociologie of de agologie of de psychologie te ontwikkelen, dat die bijvoorbeeld een beter of authentieker of meer integer soort politicus op het voor het front gebracht heeft dan 30, 40, 50 en lang meer jaar geleden. Dat is helemaal niet waar. Het zijn dezelfde praatjesmakers, dezelfde bedriegers die altijd de mensen voor gek gehouden hebben. Maar dan ben jij romanschrijver en ik heb er wel eens over zitten nadenken. Is het niet zo dat wat de gamma-wetenschappen ieder voor zich proberen met heel duidelijke pretenties, dat het misschien beter vervuld wordt door de literatoren? Als je bekijkt de psychiatrie bijvoorbeeld, zoals die in die twee romans waar we het nu vanavond toch ook over willen hebben, zoals die daar een rol speelt. Hoe die eigenlijk, naar mijn idee, ook weer buitenspel gezet wordt. Hoe eigenlijk jouw romans, in mijn ogen althans, het failliet betekenen van de psychologische roman, want alle psychologiseren, zoals dat door iedereen bedreven wordt in die romans, dat is gratuit. Iedereen kan, iedere redenering kan door een andere vervangen worden en geen enkele kan geldig verklaard worden. Dus je zou kunnen zeggen dat jouw romans misschien een soort oefenterrein zijn voor alles wat zogenaamd met een exacte manier van denken bedreven wordt in de gamma-wetenschap. Kun je daarmee? Nou, een oefenterrein, ik weet niet. De gamma-wetenschap is een wetenschap, of wil een wetenschap zijn, maar is geen wetenschap. Een romanschrijver wil in wezen toch geen wetenschap bedrijven. He, maar een romanschrijver bedenkt iets. Zoals er schilders zijn die eenhoorns geschilderd hebben. Eenhoorns bestaan helemaal niet, maar het is toch een heel plausibel eruitziend dier als je dat op een schilderij ziet. En op dezelfde manier zijn de karakters of de personages in een roman volgens mij dan van A tot Z bedacht. En welke maatregelen de romanschrijver nu neemt om ervoor te zorgen dat de lezer de indruk heeft dat dergelijke mensen het zij bestaan hebben, het zij zouden kunnen bestaan, dat kan ik verder erg moeilijk uitleggen. En ik geloof ook niet dat het zo is, zoals sommige mensen denken, dat een roman de lezer een bepaald beeld zou kunnen geven van mensen die werkelijk bestaan. Het zal waarschijnlijk wel zijn kijk op de maatschappij kunnen beïnvloeden, maar dat is niet zeker. Wat wel zeker is,
Dat is dat iemand die een roman leest, tijdens de uren dat hij zich daarmee bezighoudt, te maken heeft met een wereld die doorzichtiger is dan de wereld die hij in werkelijkheid om zich heen heeft. Een lezer van een roman krijgt inlichtingen over personages, het zijn fictieve personages, maar goed, hij weet over die personages meer, hij krijgt meer te weten dan diezelfde man over de levende personages in zijn omgeving zal weten. Iedereen zal waarschijnlijk wel mensen in zijn omgeving kennen waarvan je denkt, nou, het huwelijk tussen die twee mensen is waarschijnlijk niet erg gelukkig. Maar dat is nog geen reden om te gaan denken, die meneer die iedere ochtend als hij een kopje thee voor zijn vrouw inschenkt, denkt hij bij zichzelf, het is eigenlijk jammer dat ik er geen vergif in doe. Deze roman geeft over deze romanpersonage zekerheid. Het wordt verteld. Het wordt verteld in dit geval door de romanschrijver in andere romans. Laten we zeggen een roman als herinneringen van een engelbewaarder. Ben ik erin geslaagd om de aantekeningen van een engelbewaarder op de kop te tikken. Die dus genoteerd heeft, die dus in de zielen van de mensen kan lezen. En die dus allemaal precies weet wat die mensen zelf denken, welke gesprekken ze met de duivel gevoerd hebben. Daar ben ik dus. Dat heb ik de hand op kunnen leggen, dat heb ik in een boek kunnen gieten. Daarbij gaat een romanschrijver veel, veel verder dan welke socioloog, welke psycholoog ook het recht heeft te gaan. Maar waarom heeft een romanschrijver het recht om zo ver te gaan? Omdat hij zei, ja, die personages die worden van mij van A tot Z, van de grond af uit worden ze opgetrokken. Hè? Die andere personages, of de personen waar een psychiater mee te maken heeft, waar een psycholoog mee te maken heeft, waar een socioloog mee te maken heeft, die heeft hij niet zelf geschapen, die zijn door God geschapen. Dus het hangt maar van die psycholoog af, in hoeverre hij te raden, of in hoeverre hij in slaagt te raden wat die mensen beweegt. Hè? Daar hoef ik niet naar te raden als ik een personage schep. Dan zeg ik, nou dat beweegt hem gewoon, dat zuig ik s'nachts uit mijn duim. Dus. Je stelt iets simpeler voor dan de feiten eerst, wat mij opviel. Maar waarom denk je dat het is heel simpel. Het woordje raadsel, hè, dat komt, nou denk ik, iedere 20 bladzijden voor. En je tuurlijk. Laat me zeggen, raadsel. Ja, dat komt heel veel bij mij voor natuurlijk, maar ja, maar dat is een geweldige, perverse listen waar een romanschrijver dus een lezers op tracteert, niet meer. Ik bedoel, als je hebt ook romanschrijvers die geen raadsels overlaten. Bestaat. Hè? Maar zeg een intelligent persoon zoals jij. Als jij zo'n roman leest en je hebt het idee van, nou, dat gaat over mensen die geen raadsels die geen raadsels overlaten, dan denk je, nou, dat is een oninteressant boek. Dat is voor kinderen geschreven. Hè? Dat vind jij niet interessant. Dus het is als het ware, ja, het is iets dergelijks als dat. Dat hebben we zeggen, fabrikanten van automobielen of fototoestellen, dat die het verval inbouwen in het apparaat dat ze in de handen brengen. Begrijp je? Omdat je daarna meer gaat verlangen. En jij verlangt dus, als jij een boek leest van een auteur die dus zegt, ja, poeh, dit is verschrikkelijk moeilijk, zijn hele moeilijke mensen, raadselachtige mensen en zo, dan verlang je naar meer. Als ik jou precies vertel, nou, het is dus en zo. Hè? Jan ging naar de bewaarschool. Toen ging hij naar de middelbare school of naar de lagere school. Toen las hij de verzamelde werken van Karl Marx. Toen werd hij voorzitter van de vakvereniging. En toen kwam hij in de Tweede Kamer. En zo, ja, dat is niet interessant om te lezen, want je hebt wel het idee dat gaat zo niet. Hè? Ja, maar daarom het gebeurt wel, aan de uiterlijke kant gebeurt het. In de krant kun je lezen dat het zo gaat. Maar die mensen, waar verder interesseert je verder niet. Tenminste, ik hoop het voor je dat het je niet interesseert. Ik zou je zeer, zeer, zeer beklagen als je je voor dat soort mensen interesseerde. Maar daarom is het ook veel leuker om een roman te lezen dan om een verslag te lezen. Ja, gelukkig maar. Ja, gelukkig maar. Waar moest ik naartoe als het niet leuk was? Die die bij zich had. Ja. Heeft, hè? Dus, maar het. Nou, misschien in de roman Onder Professoren. Ja. Daar heb je dan ook een klein raadsel ingebouwd. Misschien juist niet. Daar heb je naar mijn idee ook al aangekondigd dat je dit boek ging schrijven. Dit? Ja. Waar dan? Vertel eens. Bladzijde 410. Ik bespaar hem niet, hoor. Al die miljoenen wezens in de zee, die kan het niet schelen dat ik geleefd heb en wat ik gedaan heb. Professor Dingelam is aan het woord. Hoe weet je dat nou? Misschien hebben de walvissen je portret in hun krant gezet. Die zijn allicht minder stom dan het Nieuwsblad van het Noorden. Dat is natuurlijk onzin wat ik zit te zeggen. Maar ik weet het niet.
Of ik weet alleen dit, dat ik twijfel. Dat ik twijfel of het allemaal wel nodig is wat de mensen doen. Of nog beter, dat ik op dit ogenblik het gevoel heb dat het allemaal niet nodig was geweest. Waarom niet? Je hebt toch een belangrijke ontdekking gedaan? Je bent niet goed wijs. Denk eens aan al die andere chemici die nooit wat anders, wat bijzonders hebben gevonden. Nooit, hun hele leven niet. En die er misschien even hard hun best voor gedaan hebben als jij. Ach heer, 2.000, 3.000 jaar geleden bestond er helemaal geen scheikunde. En toch vonden de mensen de dingen die ze toen deden ook al vreselijk belangrijk. En nooit stond er iemand op die zei, alles kunnen wel, maar ik wou maar dat ik wist hoe ik N-ethyl-8-hydroxy-tetrahydrochloropheen-hydrochloride moest samenstellen. Dat kon helemaal niet worden gezegd. Zelfs met je mond kon je toen niet over de materie praten. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Maar ze wisten feitelijk nog helemaal niet wat materie was. En eigenlijk was alles wat erover gezegd werd onzin. En toch leefden ze, toch maakten ze geschiedenis. En ze gaven elkaar lauwerkransen en ze bezongen elkaar in heldendichten. Maar ze deden een hoop domme dingen. Met andere woorden, talloze miljoenen die helemaal niets presteren. Dingelam die zelf ook bagatelliseert wat hij gepresteerd heeft. Ja. En hier eigenlijk al aankondigt dat het een puur toeval is of je überhaupt iets presteert. En dat het dan ook nog maar afhangt van anderen of dat zo gezien wordt. Ja. Misschien is dit een raadsel, een beetje ontraadseld. Maar waar ik nu aan zit te denken, we zijn nu in Brussel. Misschien kun je dat raadsel ook oplossen. Ik heb het ook een beetje gelezen als een soort Multatuli 1902 of 1975. Iedereen kent het verhaal van Max Havelaar en kent het begin van Barbertje moet hangen. We kennen achterin professor Dr. Zomerplaag, die vertelt dat als de winden uit de zakken zijn, je ze er nooit meer in krijgt. Als eenmaal aangetoond is, eenmaal beweerd is, dat iemand plichtverzuim begaan heeft, dan kan dat nooit meer rechtgezet worden. Zelf zegt niet uit, dat weet ik niet. Dat niet zou me tegenvallen van Zomerplaag. dat had hij helemaal niet mogen zeggen. Is het oog verloren dat de reputatie van iemand naar wie een onderzoek is ingesteld. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, zelfs een onderzoek dat niet... Gesprek wordt bewogen, maar... Ja, ja. Toch niet even een even goede reputatie is... Ja, die van iemand die nooit onderzoekt. Ja, dat is waar. Ja, het boek van... Multatuli is geschreven in Brussel. Jouw boek is in Parijs geschreven. Jouw boek is, hoe je het ook went of keert, heeft sleutelroman aspecten, laat ik het dan zo noemen. Ja. Dat is ook bij Multatuli het geval. De beschuldiging dat de politie gebeld is door Dingelam, die valt bijna niet... uit de wereld te helpen. De beschuldiging dat Multatuli echt aan verduistering gedaan heeft in Lebak is ook nog in... Nou, in Lebak niet, in Sumatra. Ja. Nou, dat heeft ook wel de zaak, heeft ook inderdaad verduisterd hoor, maar het was niet zo erg in die tijd, dat deed ze allemaal. Maar over die Lebakzaak, daar is over te hebben. Ik bedoel, Multatuli had minder gelijk dan ik. Hè? En Multatuli is ook door de regering niet in het gelijk gesteld. Of dat nu op de juiste gronden gedaan is, daar zou ik nog wat een en ander over kunnen zeggen. Maar in ieder geval dat ik wel in het gelijk gesteld ben, dat is wel op de juiste gronden geschied. Hè? Maar wat nu zo vervelend is, dat sommige mensen, onder andere een professor uit Luik zelfs, gaan beweren, ja, Hermans die is wegens plichtsverzuim ontslagen, wat een verstrekte onzin is. Ja. Hè? Wat helemaal niet waar is, en wat ook niet eens zou kunnen. Een lector kan in Nederland zijn plichten niet verzuimen, daarom, omdat zijn plichten eenvoudig in die tijd in de wet niet omschreven waren. Maar afgezien daarvan, ik heb altijd alles gedaan voor die studenten. Zelfs zondags nachts was ik nog bereid om ze... De hulp te komen. Dit is waar niet te besteden. En het is gewoon eens een. Het was gewoon een lastercampagne in een studentenplaatje. Die waren op een bepaald ogenblik. Werden ze brutaal, want dat was dus maatschappij kritisch. En zeiden ze: nou, dat en dat willen we niet meer voor u doen. Toen heb ik gezegd: ja, maar ik zeg wat er gedaan moet worden, jullie niet. Als jullie het niet doen, nou, dan doe ik het niet meer. Dus een week heb ik toen dat college niet gegeven. En toen werd het dus direct in de kranten gezeten, mensen die om andere redenen een hekel aan me hadden. Hermans, die geeft helemaal geen college, die doet niks meer en zo. Dat was allemaal onzin. Hè? Maar dat is bij Multatuli een hele andere zaak. Eigenlijk heel anders. En wat is ook belangrijker, want kijk, Multatuli heeft direct maar na een verloop van jaren heeft hij de zaak uitgebreid. En dus het probleem gesteld van hoe moet Nederland, zijn in Nederland die kolossale kolonie die daarin Azië hebben aan het andere eind van de wereld, hoe moeten we die kolonie beheren?
Ja? En, maar ik heb nooit het probleem gesteld van hoe moeten wij de universiteit beheren of is misschien bezig, de Nederlandse universiteit misschien bezig naar de kloppen te gaan met dat soort, want mijn schandaal was echt niet het enige, er waren er tientallen zo. Maar in mijn geval nam het dus grote vormen aan, omdat ze zeiden, ja, dat is een beruchte immorele auteur. Hè? Die andere professor die soortgelijke moeilijkheden hadden, dat, werd dus, dat bleef allemaal binnen zijn huis. Of het kwam een keer in de krant, maar er werd verder niet gezegd van, ja, een geweldige schurk, die doet niets, maar schrijft de ene succes aan de man en de andere enzovoort. In de tijd van het Rijk, dat is voor mij gezegd. Allemaal onzin natuurlijk. Maar goed, maar ik heb nooit een punt gemaakt ik ben nooit een actie gaan voeren. Ik heb niet gezegd, de universiteit moet zus of zo beheerd worden, of er moeten die of die veranderingen komen, of die en die veranderingen in het hoger onderwijs, of dat en dat. Daar heb ik me verder helemaal niet mee bemoeid. Hè. Ik ben dus nadat dat die zaak achter de rug was, ben ik nog 2 jaar in Groningen gebleven. En toen heb ik gedacht, ja, ik word langzaam een oude man. En door alle veranderingen die aan de universiteit ingetreden waren, werd het veel moeilijker en bezwaarlijker. Daar klaagt trouwens iedereen klaagt daarover die nog aan een universiteit werkt, dat hij het grootste deel van zijn tijd aan onzin moet besteden, aan vergaderingen die tot niets leiden en weet ik het allemaal meer. Maar ik had dus ook nog andere doelen in het leven en ik heb dus gedacht, nou ja, laat ik hier niet meer mee ophouden en laat ik dan de laatste jaren die mij resten, laat ik dan nog een paar leuke boeken schrijven. Hè? Ja, gelukkig en ik wel. Hoop dat mij dat gelukt is. Ja, ik ben je zeer dankbaar dat het is. Kijk, het blijft natuurlijk toch een document. Je hebt er zelf al, en het is ook in naam van Zomerplaat gezegd, dat je de roman hebt geschreven op de achterkant van stencils van de universiteit. Ja, Hussel, daardoor is het zo goed geworden. Wat? Ja? Ja. Ja? Hussel heeft in zijn tijd de logische onderzoeking geschreven op de achterkant van nazistische pamfletten. Maar die waren die er toen al, toen hij de logische onderzoeking schreef, waren er toen al nazi's? In Leuven, een paar filosofen in de zaal zitten, in Leuven, in het archief van Hussel zijn die pamfletten aanwezig, de voorbereidingen voor het fascisme. Dus, maar goed, een andere zaak in die romans die mij ook opgevallen is, en dat is misschien ook een documentair karakter, en daarom ging ik ook in, op het facet van, misschien is het ook wel een soort zedenroman. Je hebt eigenlijk vrij uitvoerig aandacht besteed aan erotiek eigenlijk in die twee romans. Ik herinner me 10 jaar geleden, toen je 50 werd, er stond in de Haagse Post een verhaal over jou en ook een stukje over dat iemand met jou had willen spreken over erotiek. En toen had jij gezegd, dat vind ik abject. Herinner je dat? Nee, ik geloof dat je je vergist. Heeft A niet in de Haagse Post gestaan, daar heeft wel zeer veel slechts over mij gestaan. In de Haagse Post. Dus A, nou, dat is heel ingewikkeld. A, ik neem aan dat het niet in de Haagse Post heeft gestaan, maar ik kan het nu ter plekke niet bewijzen. B, laten we eens aannemen dat het wel in de Haagse Post heeft gestaan. Dat is heel goed mogelijk, want Nederlandse weekbladen staan in het algemeen vol leugens. Maar C, wat vast staat dus, is dat, naar mijn herinnering, niemand het me ooit gevraagd heeft en ik dus niet eens dat antwoord heb hoeven te geven. Nu is de vraag, welk antwoord zou ik gegeven hebben, als ik maar had gevraagd. Dan heb ik iets gezegd, abject, maar dan had ik gezegd, ja meneer, bemoeit u zich maar met uw eigen zaken. Ja. Bam. Maar in deze twee romans blijft staan dat je op een heel eigen manier aandacht aan dat facet geschonken hebt. We hebben natuurlijk meer romans waar dat een rol speelt. Niet te denken aan Jan Kramer en Wolkers en Boon en Klaus en het hart zelf. Ja, maar dit gaat dus over bleekzuchtige intellectuelen. Die zijn niet te vergelijken met mannetjes, kerels als Jan Kramer of Jan Wolkers met spierballen en zo. Maar toch, wat mij dan opvalt is in de manier waarop deze mensen dan daarmee daarover denken. Wie? Jan Kramer en Jan Wolkers? Nee, Jan Roman. Oh, de mensen in mijn romans. Mea Kronenberg, Soeteman. Ja. Parel, noem ze allemaal op. Ja. Het wordt toch wel erg ontluisterd allemaal. Behalve bij Parel misschien, die het lijkt me wel een luisterrijk iemand toch? Mag ik dat nog even voorlezen, hoe ze eruit zag? Dat is geweldig goed. Als ik het nu gauw kan vinden. Wat zegt hij?
Nee, ik kan het zo gewoon niet vinden, zeg. Nou ja, geloof me wel, Parel is echt de moeite waard om te kijken waard. Hè? Ja, dat denk ik mij ook. Dat, ja. Maar die is er nog niet zo ontzettend intellectueel. Hè? Ze is wel op school geweest, maar dan ging ze zogenaamd, er was een schoolfeestje, maar dan was het helemaal geen schoolfeestje. Ik kwam s'nachts om 3 uur thuis. U begrijpt, dat meisje dat heeft de huiswerk niet goed gemaakt, hoor. Dus Parel die zou eigenlijk wel een geschikte voor Jan Kramer zijn geweest, denk ik. Maar ja, maar nu de andere personages, ja, daar kan ik niet veel over zeggen. Ik heb de verantwoordelijkheid daarvoor voor mij afgeschoven, door zowel in het ene boek als in het andere boek in te lassen. Gedeelten die gaan over de Groningse dorpspsychiater, waar al die professoren bij terechtkomen. En dat mag een psychiater natuurlijk, want het is een medicus, die is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Maar ja, deze psychiater, net als mijn engelbewaarder uit een vorig boek, heeft aantekeningen gemaakt. Ik heb daar dus op slinkse manier de hand op weten te leggen. En ik heb dat in mijn boeken verwerkt. Zodoende weet ik daar dus niets van, maar verder, ik ben geen psychiater, ik ben niet deskundig op dat gebied. Ik geef het voor wat ik gevonden heb in de bureaulade van die man. Even een ander facet. In het laatste nummer dat aan jou gewijd is van Tirade. Afschuwelijk tijdschrift, maar ga door. Ja. Je hebt gelijk. Daar staat een stuk van de criticus Karel Peters. En daar zegt hij, ja, met Hermans kun je het eigenlijk niet op een goede manier oneens zijn. Want hij dwingt je eigenlijk zijn wereldbeeld op. Als je het niet met hem eens bent, dan is het niet goed. En als je het wel met hem eens bent, dan kun je alleen maar juichen. Nou, dat moet Karel dan ook doen, maar dat doet hij niet. Dat vind ik nou zo krenterig van die mensen, hè. Klein is dat. Ja. Maar ja, dat kan me schelen. Maar het is toch vrij Nederland, maar... Maar vind je inderdaad dat jouw visie zo dwingend is dat je er alleen maar mee eens kunt zijn, of dat je ook nog een heel andere optie kunt nemen, of een heel andere... Nee. Ja, kijk eens. Als ik dat vond, dan zou ik mijn boeken niet kunnen afmaken, of mijn verhalen. Hè? Als ik een verhaal maak, dan wil ik inderdaad, wat we nu voor ter vereenvoudiging het Peters-effect zullen noemen, wil ik teweeg brengen in de lezer. Hè? Het kan me verder niet schelen als die nu later uit de verdoving bijgekomen er anders over gaat denken of zo. Maar voordat hij dat doet, moet hij dus eerst een juichend stuk in Vrij Nederland schrijven, of welke krant het is. Hè? Maar ik ga even een verhaal schrijven. Ik weet wel ongeveer waar je op doelt. Hè, je hebt dus bepaalde auteurs die denken het is geweldig experimenteel te zijn en geven een boek uit met 350 witte pagina's. En op iedere witte pagina staan 1 of 2 woorden. En dan moet de lezer dus de rest invullen. Begrijp je? Die laten de lezer in zijn vrijheid. Bij mij heeft de lezer absoluut niets in te brengen. Hè? Hè, ik bedoel, ik probeer het dus zo te maken dat die lezer absoluut werkelijk geen woord terugzegt. Ik ben er ook niet in geïnteresseerd wat hij terugzegt. Ja, ik ben er zeer in geïnteresseerd wat hij terugzegt. Want daar leer ik weer van. Dan weet ik dus, kijk, ja, als hij gelijk heeft, maar meestal heeft hij gelijk, maar als hij gelijk heeft en zegt iets waardevols terug, dan zal ik dat in de volgende druk veranderen, begrijp je? Nou, technische kritiek. Ja, daar komt het dikwijls op neer. Maar het komt heel zelden voor dat een lezer iets terugzegt. Maar dat moet ook niet natuurlijk, want jij gaat toch ook niet iets terugzeggen als je, laten we zeggen, ik zie het schrijven van een roman, zie ik als het maken van een gebouw, van architectuur. Hè? Ik bedoel, als jij hier voor de kathedraal gaat staan, dan ga je toch ook niet iets terugzeggen. Ja, je vindt het mooi, je vindt het niet mooi, maar als je het niet mooi vindt, loop je door. Als je het mooi vindt, dan blijf je een half uur kijken of dan blijf je het bekijken. Hè? Of als je naar de opera gaat of wat ook, welk ding ook. Je bekijkt het, maar het is geen aanleiding om wat terug te zeggen. Als je wat terug zegt, ja, wat zou je nou terug willen zeggen? Zeg iets terug. Ik hoor je niet. Zeg iets. Oh nee, het gaat niet om mijn speciale idee, maar ik denk wel eens, ik heb natuurlijk wel eens met leerlingen te maken en dan hoor je heel vaak... Ja, dat wil ik graag horen. Ja. Wat een sombere romans. Kunnen die mensen niet over iets anders schrijven? Ja, goed. Is het... Het leven heeft ook andere kanten. Dan zeg je, nou, misschien wil hij de realiteit laten zien. Misschien wil hij je troosten en zeggen, nou, zoals jij het hebt, zo erg hoeft het nog niet te zijn. Andere mensen hebben het minstens zo erg. Of is het gewoon voyeurisme en kunnen we ons verkneukelen en zeggen, nou, gelukkig anderen, maar ik niet.
Of, ja, hè, en dat zijn laatste, inderdaad, dat zijn ja, inderdaad, nee, nee, ja, ja. Is het makkelijker over ongeluk te schrijven dan over geluk? Voor mij wel, maar ja, de andere auteurs denken daar misschien anders over. Maar waarom? Dat weet ik absoluut niet, maar ik geloof dat het ongeluk, dat is wat de mensen op de duur het meeste bezighoudt, omdat ieders leven tenslotte eindigt met een ongeluk. Hey, we gaan allemaal dood. En de meeste mensen vinden dat zeer ongelukkig. Ja, want je kunt niet leven in het... Het is maar een hele kleine minderheid van mensen die denken, nou, als ik dood ga, dan zal ik heel erg blij wezen. Dat is een groot geluk. Hè? Dat wordt wel beweerd. Want het wordt in bepaalde godsdiensten beweerd dat je dan geweldig gelukkig wordt enzovoorts. Maar zelfs de mensen die niet uit de kerk lopen, geloven dat eigenlijk in hun hart niet. Ze doen het gewoon best om in leven te blijven. Dus het doodgaan, dat is het ongeluk. Dat is het ongeluk wat iedereen bedreigt. En er zijn dus verschillende manieren om de mensen daarmee te verzoenen. En ik zeg niet dat ik mijn romans schrijf om mijn lezers daarmee te verzoenen. Maar ik denk wel dat ze gedeeltelijk, of misschien wel voor het grootste deel, uit de aandrang of uit de behoefte voortkomen om mijzelf daarmee te verzoenen. Ja. Dus. Revens. Ik zie dus niet in wat een vrolijk boek. De meeste vrolijke boeken die, laten we zeggen, eindigen op de manier van ze leven nog lang en gelukkig. Dan zeg ik, ja, maar hoe lang? Ja. Nou, het is mij wel opgevallen dat in de tijd van de Grieken, hè, de negen muzen, dat de acht van de negen, dat zijn allemaal muzen die een hele positieve benaming hebben. De ene is de danslustige, de ander is degene die van de liefde houdt, de volgende is degene die van de zang houdt. Is er eigenlijk maar eentje, en dat is Cleo, de muze van de geschiedenis, die de verkondigster wordt genoemd. Ja. En die werd ook onder de kunsten gerekend, vandaar dat ik ook in het begin eigenlijk zei dat misschien romankunst eerder een vorm van wetenschap is, zoals geschiedenis nu als wetenschap wordt gezien, dan de geschiedenis zoals die nu bedreven wordt. Nee, ik meen, van al die muzen is ook eigenlijk de naam van Cleo de enige die mij uit mijn kinderjaren bijgebleven is. Maar ik weet dat ze eigenlijk ook de muze van de geschiedenis was. Ja. En dat is de ouden eigenlijk tussen, maar ja, dat is een verschil tussen hen en ons. Dat ze tussen geschiedenis en literatuur een veel minder grote gaten bestond dan bij ons. Ja, ja. Speciaal in de Germaanse land of in Nederland. Daar valt geschiedenis, wordt dus absoluut buiten de literatuur gerekend. He, als je Franse literatuurgeschiedenis leest, de geschiedschrijvers, die horen bij de literatuurgeschiedenis. He. Wat dus ten gevolge heeft, volgens mij tenminste, dat de meeste Nederlandse geschiedschrijvers, je ziet het nu bijvoorbeeld in die recente geschiedenis van Lou de Jong over Nederland in de Laatste Wereldoorlog, die is echt allerberoerds geschreven om je dood te schamen. He. Maar goed, als die man dus gedacht heeft, het gaat er voor mij om al of niet in een literatuurgeschiedenis te komen, dan had hij misschien zijn best gedaan om een beetje beter te schrijven. Hè? Zo à la Plutarchus of Tacitus of zo. Voorbeelden van goede stijl. Mm-hmm. Ja, maar nu zijn we zeer afgedwaald, maar nou ja, toch geloof ik niet nog even te leuker onderwerpen dan waar je het over hebt. Je hebt het over die aller somberste dingen, maar ik wil nog over een iets minder somber onderwerp hebben. Dat is dus het genoegen dat schrijvers kunnen puren uit hun pogen, voor zover het slaagt dan, om een technisch gaaf product te maken. Het is nooit natuurlijk technisch helemaal gaaf, maar je probeert het toch. En iedere keer als je iets opschrijft en je bedenkt een betere manier om het op te schrijven, of je bedenkt iets dat je ertussen kunt plakken, waardoor dus de bedoelde gedachte duidelijker wordt. Hè? Ik geloof dat, misschien niet voor alle schrijvers, maar in ieder geval voor mij is dat het genoegen van het schrijven dat bovenaan staat. Heb jij over technisch gesproken, in jouw roman Uit alles van Munich komt een brief voor van Lionel Prent, een standaardbrief aan de mensen die hem een briefje of een pakje of andere zaken doen toekomen. Ja. Heb je zelf al zo ooit zo'n brief ontworpen?
Nou, ik heb het nooit zo'n brief verstuurd. Maar nu zal ik dus een kleine anekdote, leuke anekdote ding vertellen. Ik ben in bezit van een zogenaamde vloeistofduplicator. Dat is dus een apparaat waarmee je, als je daar spiritus in giet, dan kun je iets wat je getikt hebt met een speciaal soort carbonpapier, kun je 100 exemplaren van maken. En ik loop zeker al 10, 12 jaar zolang ik de dingen heb met het idee rond om zo'n brief te maken. Hè? Om die te gebruiken, want dat gebeurt mij ook nog dikwijls dat ik brieven krijg van mensen die ik verder niet ken en die dus dingen willen waar ik eigenlijk geen antwoord op weet. Maar ik heb het nooit gedaan. En ik weet eigenlijk niet waar die mensen meer, bepaalde mensen, dat hangt helemaal van mijn stemming af. Bepaalde mensen die mij zo'n brief schrijven, schrijf ik een brief terug, maar dat zijn me haast alleen mensen die mij hele concrete mededelingen doen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een correspondentie met bepaalde mensen die, je hebt ooit eens een boek over Multatuli geschreven, je hebt een correspondentie getreden met mensen, of met een brief geschreven die ook veel van Multatuli afwisten. Die trekken zich met niks van jouw brieven aan, blijkt soms. Jawel, soms wel. Nou ja, een enkele keer niet, maar zolang ze met mij corresponderen dan wel. Als ze dan zelf een boek gaan schrijven dan niet, maar dat is fantastisch. Maar nou, zo heb je dus meer gevallen. Dan heb je andere mensen die schrijven met brieven, uw boeken zijn zo somber, u moest meer met Jezus in contact treden en dat soort dingen. Ja, daar weet ik nog meestal geen antwoord op, dus dan geef ik helemaal geen antwoord. Dan heb je kinderen van scholen, die sturen soms een hele dikke proefwerk. Toen wij klein waren, heette zoiets een proefwerk, maar tegenwoordig heette een scriptie. Want je bent als student geloof ik op je 13e jaar in de moderne tijd. Dus het heet dan een scriptie. Dus dan een dik pak papier. Soms is het heel aardig, verbazingwekkend aardig, en dan schrijf ik zo iemand, probeer ik tenminste, want ik ben niet altijd voor in de stemming, echt een aardige brief teruggeschreven. Maar je krijgt ook brief, dat soort pakken met een brief van, ja meneer, ik moet voor mijn leraar een opstel over uw boeken maken, maar ja, dat interesseert me eigenlijk niks. Nou ja, het zal u ook wel niks interesseren, maar ja, ik stuur die toch, want mijn leraar zegt, moet ik dat sturen. Ja, daar weet ik ook geen antwoord van. Dus dan geef ik soms helemaal geen antwoord. Maar dan zou ik beter zo'n soort stencil sturen. Waar je aangestreept, heel veel dank voor je interessante stuk. Zou hij misschien veel blijer mee weten dat hij helemaal geen antwoord krijgt. Ik herinner me. Maar het is een moeilijk probleem. Maar in ieder geval, zoals deze meneer die Lionel Prent het oplost, dat vind ik natuurlijk niet leuk. Nee. Ja. Maar ook weer in het laatste nummer van Tirade staat een stuk over Kuifje. We zijn nu in België, dus misschien wel aardig om daar even zo te zeggen. En daar is iemand die zegt dat jij een soort afkeer hebt van Kuifje en dat je eigenlijk al je boeken een afrekening hebt met Kuifje. Nou, zo'n man zou ook wel zo'n rare brief sturen als ik jou was. Nou ja, maar deze meneer die overlaat niet alleen mij, maar ook iedereen die in Nederland ooit een pen oppakt, overlaat hij 3 keer per week met berichten over Kuifje. Die man is helemaal Kuifje-maniak. En hij heeft mij dus al jaren geleden ook zo'n, dus niet in het openbaar, maar een soort briefje geschreven, dat ik dus eigenlijk alles uit Kuifje gehaald had. Het spijt me ontzettend, maar ik heb 1 keer, toen mijn zoontje 4 jaar was, een film over Kuifje gezien. En in die tijd dat hij zelf nog niet kon lezen, heb ik hem wel eens een verhaal van Kuifje voorgelezen, maar dat heeft ook heel kort geduurd. Hij zelf leest het ook, want hij vond het ook niet heel erg interessant. De een houdt er wel van, de ander niet. Verder weet ik niets van Kuifje. Meneer, ik wens u verder het beste. Enzovoort. Toen heeft die man opgericht een gestenseld blaadje. Zeer vies gestenseld. Dat heet het Briljantinepotje. Ja, die titel is alleen al zo ontmoedigend. Maar die man die heeft mij dus gevraagd of ik daar een essay in wou schrijven over mijn verhouding tot Kuifje. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar ik heb dat dus niet gedaan. En ik dacht, dit is een arme, zieke man in Utrecht. Ik zal hem maar verder maar helemaal geen antwoord meer sturen. He? Maar daar is die man zeer, zeer kwaad over geworden. Nu merkt hij dat bepaalde mensen graag stukken plaatsen waarin op mij gescholden wordt. Nu neemt hij de gelegenheid te baat om wraak te nemen. Hij schrijft in Tirade, in Propriacuur en allemaal mogelijke blaadjes. Schrijft hij dus de meest onzinnige verhalen over mij. Over mij en mijn verhouding tot Kuifje. Laat mij even. Ja. Denk je er nog iemand zo? Ik heb er nog nooit zo uitvoerig over gepraat dan vanavond. Ik zou het geloof binnen de Nederlandse grenzen niet durven om het te vertellen. Want dan zit een spion en die meneer daar die neemt dat op tape en die plaatst dat in het volgende nummer van het Briljantinepotje. Heeft die heel Briljantinepotje vol. En dan gaat hij dan die boekhandel zoals van Johan Polak en al die zaken in Amsterdam, gaat hij daarmee af en dan zet hij nou.
Heb je een idee dat je op je boeken anders gereageerd wordt in België dan in Nederland? Nou, ik heb in België minder vijanden dan in Nederland. In Nederland heb ik niet als gevolg van romans als deze, maar van andere, van kritische geschriften die, ja, die meer, wat daar zeggen, meer onder ons blijven. En die, ten eerste worden er geen Belgen aangevallen en ten tweede, veel Belgen zullen ook niet precies weten waar het over gaat, omdat het over dingen gaat die eigenlijk van strikt parochiale betekenis zijn, Noord-Nederlandse betekenis. Dus, maar uit die periode die dus al begonnen is, soms in 1950, heb ik nog steeds veel vijanden. En vijanden, laten we zeggen, die bijvoorbeeld hoogleraar in Leiden zijn geworden en die hele generaties studenten in vijandschap jegens Hermans hebben opgevoed. Enkele, meestal gelukkig is het zo dat als een student door zijn professor in een bepaalde richting gestuurd wordt, dan gaan 98% gaat precies de tegenovergestelde kant op, gelukkig. Maar dan heb je 2% goede geburen en dat soort mensen. Die zeggen, ja professor, ja, dat is gevaar allemaal wat u zegt. Verhaar en zo, ja, ja, zeker. Ja, een hele slechte man, Hermans en zo. Nou, en die schrijven dan stukjes zo, tiradenummer en zo. Het is echt, je denkt misschien dat ik het simpeler voorstel dan dit, maar zo simpel is het toch gewoon. Ja. Zou er ooit nog eens een keer ook iets geschreven? Je maakt over een kinderboekje een beetje bombazijn. Dat is half af en dan weet ze eigenlijk niet verder en dan gaat ze maar vast met een uitgever praten of er iets met dat boekje ondernomen kan worden. Die uitgever zei, ja, oké, keurig boekje. Daar heeft hij ook weer zijn redenen voor die niet authentiek zijn. Maar goed, dat sla ik verder over. Ze komt bij die uitgever de deur uit, loopt naar het Leidseplein in Amsterdam. Rats, haar schoudertasje wordt gestolen door een paar heroïnespuiters waarschijnlijk, die geld willen hebben. En ze raakt het manuscript van Beertje Bombazijn, dat was dus haar kinderboekje, raakt ze kwijt. Wat gebeurt? Enige weken later wordt, het ging die jongens die tasjes gestolen hadden, natuurlijk alleen op het geld. En de rest ging naar het vondelpark te gooien onder een struik. Het tasje wordt teruggevonden onder een struik met het manuscript van Beertje Bombazijn erin. Dan heb je in Amsterdam een paar ondernemende personen genaamd literaire loodgieters. En die hebben toen toch nog dat boekje van Beertje Bombazijn in een oplage van 50 exemplaren heel keurig gedrukt. Als ik die vlag van tevoren geweten had ik het mee kunnen brengen, had ik het kunnen laten zien. Prachtig uitvouwbaar boekje in honderden kleuren gedrukt. Nou, dat boekje, dat heb ik dus gestuurd aan Martin Toonder, die ook een groot berenkenner is. Maar die schrijft al 50 jaar over beren, maar over een beer. Die vond het ook heel prachtig. Bombazijn is eigenlijk een mooier naam dan Bommel, vind ik zelf wel, hoor. Maar hij vond het ook een hele mooie naam, Bombazijn. Maar verder hebben die twee beren heel weinig verwantschap. Ik geloof dat ze echt van een heel verschillende komaf zijn. Ja. Ja, ik geloof dat we zo langzamerhand wel op een punt gekomen zijn dat de zaal misschien ook misschien pauze. We kunnen misschien wat hier pauzeren. Ja? Ja. Heb je nu alles vragen? Nou. Niet nog even. Nee. Oh. Nee, maar laten we mensen. Ja, dan stel ik voor dat we voor 10 minuten pauzeren. Je hebt twee boeken gesigneerd, die zullen na het gesprek, na het tweede gedeelte, worden verloot onder het publiek. Ik zou voorstellen dat we nu met het tweede gedeelte beginnen. In het begin zal Hugo Bousset heel kort even enkele vragen stellen. Daarna kunnen vragen worden gesteld door het publiek. Er zullen ook twee losse microfoons in de zaal gebracht worden. Het is de bedoeling dat daarvan gebruik gemaakt wordt. Ja, het publiek zit misschien wel te poken of te popelen om een ongeduld om ook wat vragen te stellen. Ik zal het inderdaad kort houden. Meneer Hermans, ik zou eerst wel willen ingaan op een vraag die al door Raymond Wenders is gesteld daarnet. Maar waar u dus toch niet, voor zover mij bekend, op geantwoord hebt. Uw twee Parijse, of ik moet zeggen uw beide Groningse romans, daarin zit een verschuiving, volgens mij ook wel zoals daarnet werd aangeduid. Op het einde van de eerste wordt in zekere zin de tweede aangekondigd. Dus aanvankelijk heb je de satire, de afrekening met Talmstra, met de studenten, met het hele milieu eigenlijk.
Terwijl op het einde krijg je een diepere betekenislaag in de zin van een aanzet tot nihilistisch universum eigenlijk, wat in het tweede boek geweldig uitbreiding kent. En daarom wil ik eigenlijk gewoon vragen, hoe zijn de boeken ontstaan? Samen geconcipieerd in de loop van het eerste boek het plan voor het tweede of helemaal los van elkaar? Nou, dat kan ik niet precies zeggen. In elk geval zijn ze niet allebei tegelijk ontstaan. En toen ik het eerste boek schreef, of bezig was dat te schrijven, ben ik geloof ik niet van plan geweest daarop een soort vervolg te maken. En ik geloof ook niet dat het tweede boek, hoewel het dan, dat hebben vele critici opgemerkt, dat het eenzelfde soort omslag had, dat het daarom te beschouwen is als een vervolg op het eerste boek. Dat is eigenlijk niet zo. U heeft ook wel, dat geeft u ook aan in uw vraag, u duidelijk voelt dat het verschillende boeken zijn. En waarom zijn ze verschillend? Ik geloof hoofdzakelijk omdat de hoofdpersonen van die twee boeken zeer verschillend zijn. Ik bedoel, alles is heel betrekkelijk van welke optiek, welke hoek je het uit bekijkt. Maar iemand als de hoofdpersoon van Onder Professoren, Dingelam, een man die bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen gedaan heeft, die daar ook, zij het laat, voor geëerd wordt door het krijgen van een Nobelprijs, die kan niet in de zin waarvan de hoofdpersoon van het tweede boek als iemand van de tal of veel miljoenen die reddeloos mislukt is. Dat is die man niet, maar in zijn eigen ogen is die ook niet bijzonder geslaagd en uiterlijk slaagt hij ook niet, want hij krijgt die prijs toevallig, als laten we zeggen dat hij 5 jaar eerder had gekregen. Toen studenten nog niet zoveel praatjes verkochten als in de periode waarin deze man die Nobelprijs krijgt. Maar dan was hij dus op de gebruikelijke, weliswaar eigenlijk ook erg ontmoedigende manier geëerd. Niet waar? Hij had dan wederorde gekregen, de minister was gekomen, was dan een speciale bijeenkomst van de Senaat had plaatsgevonden. Hij was geëerd in de aula, iedereen had, niemand had met rookbommen gegooid of herrie geschopt. Iedereen had geapplaudisseerd, bloemen. Enzovoort enzovoort meer. Maar dat alles neemt niet weg dat deze man onderscheiden wordt, waardoor hij dus uit de grote massa van de andere wetenschapsbeoefenaars die minder prominent zijn, toch daarboven staat. Daarom heeft dat boek geeft meer aanleiding tot satire. Deze man kun je omlachen, want die is niet zo zielig dat je helemaal niet meer omlachen kan. Dat is met de hoofdpersoon van het tweede verhaal wel het geval. Die man is echt, zou je kunnen zeggen, reddeloos verloren. Hoewel hij ook, want heel veel mensen geven nooit toe dat ze reddeloos verloren zijn. Dat doet deze man ook niet. Hij heeft het gevoel van, nou, ik ga eens met de psychiater praten hoe ik nu verder moet met mijn leven. En de psychiater maakt hem wijs dat zijn huwelijk toch niet zo ongelukkig is. En hij denkt dan, ik breng het dan niet tot hoogleraar, niet eens dat. Dus laat staan tot een Nobelprijs, wat heel wat anders is, niet. En hij eindigt toch, nou, tamelijk berustend. Maar wat gebeurt er? Zijn vrouw, die wordt geconfronteerd met de meedogenloosheid van de natuur. Doordat ze dus op de laatste pagina's blijkt dat ze ongeneeslijk ziek is. En dat zijn dingen waar niet op de lach valt. Je kunt alleen om mensen lachen als ze dingen verkeerd doen, waarvan je kunt voorstellen dat ze ze beter hadden kunnen doen. Maar iemand die iets fout doet, of iets op, terwijl je niet kunt voorstellen dat iemand het beter had kunnen doen, daar valt niet meer om te lachen. Dat is wel vrij boeiend, vind ik, wat betreft die hoofdpersoon van het tweede boek, Clemens. De relatie tussen die persoon en uzelf, aan de ene kant heb je wel de indruk, misschien te veel in de herinnering hebben het eerste boek, dat geef ik toe, dat het voor een deel toch ook een afsplitsing is van eventueel de auteur, wat betreft de relatie met Groningen, ook wel een zekere onmacht tot het opbouwen van een of andere vorm van geloof in het leven. Maar aan de andere kant heeft hij een heel ander facet ook. Hij is een karikatuur van de intellectueel met linkse ideeën. En in die zin tegelijkertijd ook een anti-Hermans type. Dat heeft u gedeeltelijk gelijk in, maar gedeeltelijk zijn die linkse ideeën niet zo belangrijk. Waarom zijn dat soort modes als enige jaren terug, het loopt nu weer, het verdwijnt nu weer, maar in de mode raken van mensen als Marcuse. Hè? Dat is een aantal mensen die de redding niet in zichzelf kunnen vinden, dat die de redding gaan zoeken
bij de verkondiging van een dergelijke internationale beroemdheid. U kunt daar anders over denken, maar zo denk ik erover. Dat heb ik in het boek willen uitdrukken. Nu vraagt u waarschijnlijk nogal, zoals hij gesteld, de uiteindelijke, wat hem overblijft, is alleen maar een beetje zand, hè, wat betreft dus zijn levensproject, dan moet zeggen, wat voor Clemens. Ja. Nu, wat is de functie van het schrijven nog in een nihilistisch universum dat toch in al uw boeken praktisch aanwezig is? Is dat meer dan alleen maar een troost, of is het een soort bevechten van het nihil, zeker zeggen? Nou, bevechten van het nihil, ja, vind ik wel erg mooi uitgedrukt, maar ik zou het ook graag zelf zo mooi uitdrukken, maar ik ben niet zo iemand die erg op zoek is naar fraaie uitdrukkingen voor de dingen die je zelf doet. Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Hoe kom je toe om zo'n boek te schrijven? Dat is ontzettend moeilijk te zeggen, omdat ik eigenlijk al op mijn 12e jaar ben begonnen te schrijven, toen met heel andere ideeën dan nu. He? En ook op een veel kleinere schaal natuurlijk. Maar, en ik geloof ook niet, behalve als ik ooit mijn autobiografie zou schrijven, wat ik misschien wel nooit zal doen. Ik heb wel enkele autobiografische fragmenten gepubliceerd, maar daarbij is het gebleven. Maar dat ik ooit een analyse zou gaan geven, ik ben het meestal voorlopig niet van plan, over waarom ik schrijver geworden ben. Ik geloof dat ik dat niet zou doen. Dat moet de schrijver ook, geloof ik, in veel gevallen niet doen. Hij bedriegt alleen zichzelf en hij bedriegt ook zijn publiek. Het is ongeveer hetzelfde als dat een klein kind vraagt, wie heeft de wereld geschapen? Dan zal een gelovige vader of moeder zeggen, ja, God heeft de wereld geschapen. Kind van 4 jaar dat niet helemaal dom is, die zal zeggen, ja, maar wie heeft God dan weer geschapen? Die vraag is eindeloos. Op dezelfde manier kun je zeggen, wie heeft dat boek geschapen? Dat is die schrijver geschapen. Waarom heeft die schrijver dat geschapen? Nou, daar en daarom. Ja, maar waarom daarom? Die vraag is eindeloos. Het is ook zo ontzettend vreemd, vind ik wel eens. Wel, het is ook wel heel begrijpelijk hoor, maar je kunt er soms interviewers, kun je daar mee epateren. Dan vraagt ze een heel bekende vraag van interview. Meneer, waarom schrijft u? Dan zeg ik, ja, als u een voetballer interviewt of een wielrenner, zegt u dan, waarom voetbalt u? Of waarom rijdt u wiel? Nee, dat wordt nooit gevraagd. Het is voor iedereen normaal dat iemand dat doet. Hè? Ja, een andere vraag die u misschien ook wel eens een keer gehoord hebt. Inderdaad, uw personages gaan door. Het zijn vragen die gesteld worden voor politiek gesproken, eerder behoudsgezind. En dan kun je vanuit het nihilisme vertrekken en dat ze tegelijkertijd ook het hunne is. Wel degelijk redeneren waarom iets veranderen als alles toch zinloos is aan de maatschappij. Wat kan ze nog verbeteren? Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen waarom ze behouden als ze geen zin heeft. Hoe ziet u dat eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ik ben van jongs af aan ben ik allergisch tegen politiek geweest. Ik ben eigenlijk hetzelfde als lid worden van een of andere kerk of lid worden van een politieke partij. Dat zie je mensen in je omgeving doen. Maar ik heb altijd bij mezelf gedacht, als ik dat ging doen, ja, dan zou ik iets doen waar ik niet de minste behoefte aan heb. En ik heb daar ook nooit behoefte aan gehad. En ik geloof dat maatschappijen evolueren, maar op een manier die totaal ondoorgrondelijk is. En ook altijd ondoorgrondelijk zal blijven. Want waarom, gesteld dat je het kon doorgronden, hoe en waarom een maatschappij veranderde, zodra je dat openbaar maakte, dan zouden die mensen die tegen de verandering zijn, zouden hun maatregelen kunnen nemen om dat te verijdelen. En zelfs al doen ze dat niet opzettelijk. Voorspellingen op politiek gebied, of het nu door marxisten wordt gedaan of door meer rechtse politici, ze komen nooit en nooit uit. Als die wel uit zouden komen. Economie net zo, gewoon een totaal nutteloze wetenschap. Als economie werkelijk een goede wetenschap was, dan zou iedereen die de economie onder de knie had, die werd ogenblikkelijk miljardair, die kon precies de koersen van de beurs voorspellen. Dan had je er wat aan, maar dat kan niemand. Bijna niemand kan dat, alleen mensen die inside information hebben, die kunnen dat waarschijnlijk, maar die anderen dat ervoor zijn, die worden rijk, maar de andere mensen die lijden alleen verliezen.
Meneer Hermans, ik wou eindigen met een vraag naast het woord aan het publiek in verband met Mutatuli. Je hebt er ook een boek op gezien, er is al een paar keer op gealludeerd ook door Remo Benders. Ja. Ik denk niet dat ik me vergis als ik zeg dat u een bewonderaar wel bent van het boek op literaire grondland. Zeg. Misschien niet zozeer van de persoon van Mutatuli. Maar Max Havelaar nu is een boek dat tegelijkertijd op het gebied van de literaire vorm grenzen verlegt. Terwijl uw romans doorgaan voor vrij klassiek, onder andere gezien het alwetende gezichtspunt. Ja. Die bewondering voor Max Havelaar aan de ene kant, uw eigen boek aan de andere kant. Of kan ik mijn vraag ook anders stellen? Vindt u, waarschijnlijk niet, maar vindt u dat literatuur ergens een sprong in de geschiedenis moet maken, een grens verleggen op het gebied van de vorm? Ja, nu vraagt u volgens mij twee dingen tegelijk, maar ik zal proberen ze in successie te beantwoorden. Misschien A en B. Ja, ten eerste over Mutatuli dit. Ik bewonder Max Havelaar helemaal niet zo geweldig. Maar wat ik in Mutatuli enorm bewonder, en wat waarin dus bijna geen enkele, in ieder geval geen enkele 19e eeuwse Nederlandse schrijver met hem te vergelijken is, dat is de manier waarop je, ik wil niet zeggen misschien het Hollands, maar het Nederlands, maar het Hollands beheerste. Hè. Bij Mutatuli komen tirades voor dat je niet kunt voorstellen dat ze meer dan 100 jaar oud zijn. Dat kom je bij bijna geen enkele Nederlandse schrijver tegen. Hè. Dat is dus waarom deze man dus, net als bij veel andere mensen, ook bij mij een wit voetje heeft. Maar dat heeft hij niet als constructeur van verhalen. U weet waarschijnlijk wel dat uw collega Seuteman in Utrecht een dissertatie geschreven heeft over de structuur van Max Havelaar, waarin die structuur van Max Havelaar de hoogste lof toezwaait. Nou, ja, ik heb dit boek niet eens helemaal willen lezen, want volgens mij moet natuurlijk wel met ontzettend veel brutaliteit en lef heeft hij een aantal literaire varia die hij in voorafgaande jaren verzameld had. Heeft hij aan elkaar geplakt in een maand en toen was dat, hup, mijn boek erin. Maar als je over het boek gaat nadenken, dan had het hem heel veel ellende kunnen besparen als het boek met meer overleg in elkaar gezet zou worden. En daar zal ik het nu niet over hebben, want dit is toch allemaal gedaan. Het boek is bond, zeg maar. Ja, maar dat is juist de manier. Dat was zijn lef, niet waar. Hij zei, ja, ik schrijf slecht. Jacht op effect enzovoort meer. Maar in plaats van te zeggen van jezelf, ik maak jacht op effect, kun je beter inderdaad geen jacht op effect maken. Hè? Maar dat is eigenlijk zijn hele levenshouding was dat geweest. Ja, ik ben een oplichter. Ja, ik kan niet mijn geld omgaan. Ik maak 10.000 gulden op. Ja, wat gebleven is, weet ik. Ik ben nou helemaal geen koekenbakker of geen kruidenier. Geld, ja, daar heb ik niets mee te maken. Maar het had hem veel ellende bespaard als hij over de hele zaak zijn mond had kunnen houden. En als hij redelijk verstandig met geld had kunnen omspringen. Op dezelfde manier had hij ook redelijk verstandig met de constructie van een boek kunnen omspringen. Het is de vraag of dat boek dan nog, of een man als hij dat kon. Hè? Ik geloof niet dat hij daarvoor in de wieg gelegd was. Want daardoor blijft dus zijn proza zo levendig, doordat het dus uit een aantal inderdaad bonte invallen bestaat. Maar die bonte invallen die zijn dikwijls met hele vervelende stukken en met onware stukken aan elkaar geplakt. Niet alleen in Max Havelaar, maar ook in zijn latere werken. Maar ik vind de meeste latere werken, ideeën vind ik, staan fragmenten in die ik veel interessanter vind dan Max Havelaar. Dat is dus punt 1 voor u waar. Nu B. Ja, dat ben ik onderzoek vergeten. Dat weet ik waar. Maar u heeft het misschien nog. U weet het nog. Gaat u ermee akkoord dat u door eigen romans als voor klassiek doorgaan, onder andere gezien het gezichtspunt ervan meestal? Nee. Mijn romans zijn nooit voor klassiek doorgegaan, totdat ik op een bepaald ogenblik beweerd heb wat nu gebeuren moet in Nederland. Dat is schrijven van klassieke romans. Waarom heb ik dat beweerd? Omdat dat een genre is, dat we zeggen een roman die logisch of nagenoeg logisch is opgebouwd en die nou tot een bepaalde ontknoping voert, dat bestaat bijna niet in Nederland. Het bestaat misschien wel, maar dat zijn dus altijd romans van de derde rang die na een jaar of 5, 6 in vergetelheid raken. Maar in die literatuur die serieus genomen wordt in Nederland, er bestaan dat soort romans eigenlijk niet. Kunt u één voorbeeld noemen? Nee, kunt u niet. Kan ik ook niet. Maar net zo min kun je bijvoorbeeld, laten we zeggen, allerlei andere literatuur, de Engelse literatuur, de Franse literatuur, die is zeer, zeer rijk aan goed in elkaar gezette toneelstukken. Nederland heeft ook geen toneelliteratuur. Dat is dus de oorzaak dat we dus ook dat soort romanliteratuur hebben. Nu is het toneel dermate hopeloos in Nederland dat ik mij heel weinig met toneel heb bezig gehouden en niet met erg veel succes.
Maar romans, ja, daar heb ik andere mensen niet voor nodig. Ik heb niemand nodig om mijn roman op te voeren, nietwaar? Dus ik heb dus gepoogd om verhalen te maken die een onderwerp behandelen. Ja? Ik ben er niet in de eerste plaats op uit, zoals heel veel Nederlandse auteurs, trouwens ook andere auteurs in andere landen ook, om wat je noemt levende mensen te scheppen. Mensen voorbeelden te nemen en die natuurgetrouw af te beelden. Dat vind ik secundair. Hè? Maar dat is een idee wat in Nederland heel weinig verspreid is. Natuurlijk ook bijvoorbeeld heeft ergens aanmerkingen op Racine en Molière. Hè? Die inderdaad volstrekt kunstmatige personages schiepen. Maar het ging niet om die personages, het ging om de intrigue. Het ging om die idee die in het drama als geheel werd uitgedrukt. Hè? Ik bedoel, de misantrop is een man die is een misantrop, verder is die niks. Hè? Maar dan ga je niet alles en nog wat erbij slepen. En dat wordt dus in Nederland wordt dat heel fout gevonden, ook al in de tijd van de studie. Dat zoiets wou die met geen mogelijkheid. Jammer genoeg misschien dat hij dat niet gewild heeft. Maar in ieder geval, ik wil dat wel. En waarom wil ik dat? Door de vraag, omdat daarin een terrein braak ligt in de Nederlandse literatuur. Maar ik maak het natuurlijk niet zo dat, ja. We leven niet meer in de 17e eeuw of in de 18e eeuw, dus ik maak het niet zo bont zoals die oude Franse cijfers het maken. Dat je dus figuren krijgt die uitzien als schimmen spelen. Tenminste, dat geloof ik niet. Maar in ieder geval, voor mij, de totaliteit staat, probeer ik te stellen boven de afzonderlijke karakters die totaliteit teweeg brengen. Ja, dat in ieder geval van, heb je toch de indruk een technisch heel gaaf product, dat heb je daar straks voor de pauze gezegd, te plaatsen in een wereld die je als met elkaar toch als een chaos beschouwt. Ja, maar dat is het. Ik schep een wereld naast die chaotische wereld. Ja. Maar ik hoop tenminste dat de wereld die ik naast de chaotische bestaande wereld schep, dat die juist aantoont dat de bestaande wereld chaotisch is. Ja, ik doe mijn best om wat te begrijpen. Ik ben u zeer dankbaar voor uw inspanningen. Dank u. Ja. Zo. Zijn er vragen uit het publiek? Nee, kijk, een heleboel van die artikelen. Ik heb eigenlijk op geen enkel van die artikelen in Tirade enig commentaar geleverd. En op het artikel van Morien, daar zal ik, die anderen zou ik misschien kunnen voorstellen, nog dat ik in, laten we zeggen, in een intieme kring daar commentaar op lever. Maar het artikel van Morien helemaal niet. Ik bedoel, ik ga niet voor iedere oude muis achter de bank die nog eens een keer piep zegt, de mattenklappen voor de dag gaan. Ja. Meneer Hermans, ik heb veel bewondering voor uw romans en vooral uw laatste roman. Dat vind ik heel goed. Maar ik wou toch even ingaan op de vorige vraag. U zegt dat het is een muis die piep zegt, omdat het waarschijnlijk een fieterij is op uw taalgebruik. Maar wat denk je dan dat andere mensen denken over uw bespreking van de taal van Hugo Claus en Jessica? Ik denk dat andere mensen het daarmee eens zijn, maar wat Morien zegt over mijn taalgebruik, dit is dus ja, een soort parodie op wat ik beweerd heb, onder andere op Hugo Claus, maar ook bijvoorbeeld op Budding en andere auteurs. Maar het staat helemaal op niks, hè? Dat is onzin. Wat Morien beweert is onzin, daar heeft niemand iets aan. Er is één geval, maar dat mag u absoluut niet verder vertellen. Hij maakt er aanmerking op dat ik ergens zeg over een vliegtuig dat het daalde. Dat kan ik heel goed zeggen. Hij zegt het moet zijn het landen. Toen heb ik die passage in het boek nog eens doorgelezen. Toen merkte ik dat in de volgende zin kwam, of nou,
10 regels verder, kwam het woord daalde weer voor. Toen heb ik gedacht, ja, dat is een goed idee. De eerste keer daalde, die zal ik veranderen in landen. Hè? Dus daar heb ik wat aan gehad, maar dat ga ik verder morgen niet een brief sturen. Dank je wel, beste Adriaan, dat is een goede tip geweest. Ik bedoel, als je de mensen die onze kleren afborstelen of onze schoenen poetsen, die hoeven niet bepaald onze beste vrienden te zijn. Hè? Maar dus, als ze zo dom zijn om in hun haat en vijandschap ook iets te zeggen waar je wat aan hebt. Nou, pik in en praat er verder niet over. Dat dalen is toch van een andere categorie dan uw kritiek op de schachten en de schichten van... Ja, natuurlijk, want het woord schichten bij Klaus betekent niks. Iedere keer krijgt Klaus weer te maken met interviewers die zeggen, ja, wat bedoelt u dan met schichten? Voordat ik dat stuk schreef, heb ik het die persoon in het toneelstuk van Klaus horen zeggen... Van dat, iets van, dat rommelt in de schichten van de aarde, zoiets zegt hij. Ja, nou, toen zei ik in pauze, nou Hugo, wat bedoel je daar nou mee? Toen zei hij, ja, jij hebt verstand van aardlagen, maar ik heb verstand van poëzie. Dat is toch geen antwoord, hè? Goed, dus hij wist dus niet wat het was. Toen ben ik er dus met een aantal geleerden over praten. En die zeiden, ja, schichten, hij bedoelt misschien het Duitse woord schicht, hè, dat betekent laag. He, dus het Duitse woord voor het Nederlandse woord lagen, schicht. Dus hij heeft het dus in werkelijkheid over aardlagen, niet over schichten, maar over aardlagen. Maar het woord schicht in het Nederlands, dat betekent bliksemschicht of pijlschicht, maar dat betekent niet laag, alleen in het Duits betekent schicht laag. Dus, nou, dan heel kort geleden nog las ik een interview met Hugo Claus. Er vroeg iemand ook, ja, maar Hermans die zegt dus van die schichten van de aarde, wat heb je nou voor antwoord op? Ja, schrijvers moeten soms woorden gebruiken waarvan ze zelf niet weten wat ze betekenen. Ja, een verschrikkelijk onzinnig antwoord natuurlijk. Nee, maar is dat misschien niet een andere opvatting dan uw opvatting? Ja, gelukkig wel, ja, dat is mijn opvatting helemaal niet. Ja, absoluut. Kan namelijk Hugo Claus aan de lezer ook iets overlaat, dat de lezer zich iets voorstelt? Nee, maar de lezer die stelt zich blijkbaar niks voor, want als ik dus mijn best doe, hè, al die andere lezers die pikken het stilzwijgend. Ik probeer me wat voor te stellen, ik slaag daar niet in. De pauze breekt aan, ik wend mij tot de auteur. Ik zeg, Hugo, wees zo goed, leg mij uit, wat betekent dat? Dan zei hij, ja, jij hebt verstand van aardlagen, maar ik heb verstand van poëzie. Ja, dus kan ik niets meer mee doen. Nou, wat heb ik daar nu aan? Niets toch? Ja, ik dacht dat de lezer zich daar wel niet bij kon voorstellen. Maar heeft u het gelezen? Nu weet u zo goed mij te vertellen wat u zich daarbij voorgesteld heeft. Ik kan me best een wereldbol voorstellen waar we schichten doorheen schieten. Ik kan me best voorstellen. En dat is 80 het recht van de lezer. En als ik denk dat de stijl van Hugo Claus anders is, dat hij ruimte draagt of schept voor de lezer. Het is een heel andere stijl. Wanneer je bijvoorbeeld het verhaal De Verzoeking leest, dan lees je dat wat anders dan Hommes Hoest. Ja, maar... Bij Hommes Hoest moet ik mij afvragen, waarom hoest Homme? Nou, ik heb het niet gevonden. Ah, nou ja, maar u bent ook geen medicus en ik ook niet, dus dat weten we allebei niet. Dat hoeven we niet te weten. Maar we hebben het nu over schrijven en lezen. Hè? Niet over op ruggen kloppen, röntgenfoto's bekijken, waarom mensen hoesten en zo. Hè? Dat laten we aan de specialisten over. Maar dit is een heel andere kwestie. Hier wordt me iets meegedeeld van... Ik weet niet, het rommelt in de schichten van de aarde, want u zegt nu schicht. Ik kan me voorstellen dat een schicht door de aarde gaat. Ja, akkoord, maar dat staat er helemaal niet bij Hugo Claus. Er staat niks over een schicht die door de aarde gaat. We krijgen van u niet te weten waarom Homer hoest. Nee, natuurlijk niet. Maar als u het verhaal goed leest, dan kunt u erachter komen. Wanneer hoest iemand? Iemand hoest wanneer hij het benauwd heeft. En waarom heeft Homer het benauwd? Als u het verhaal gelezen heeft, kunt u daarop het antwoord vinden. Terwijl ik op de microfoon heb, mag ik u even vragen wat u denkt van het toekennen van de PC Hoofdprijs aan Karel van der Treken? Daar denk ik helemaal niks over. De prijzen toekennerij, dat is zo'n verschrikkelijke onzin. Daar kan ik echt niets over zeggen. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. Mag ik dan nog een laatste vraag stellen? Ja. Ik heb het niet nagekeken. En het gaat over Pavel. Er is iets over gezegd over Pavel in uw laatste boek, hè? Ja. Maar ik heb er niet naar gekeken. Er wordt altijd een andere verklaring gegeven waar die Pavel vandaan komt. Maar is het niet zo dat in de Scarlet Letter van Awesome, dat er ook het kind van de zonde, Pearl, heette?
Dat herinner ik me niet. Maar het is mogelijk, want ik heb het lang geleden dat verhaal wel gelezen. Heeft dat u daar niet toe aangezet? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Maar ik weet het niet zeker, want ik heb dat verhaal wel vroeger gelezen, ja. Maar er zijn, ik heb juist, ik weet niet of ik hem bij me heb, een brief heb ik gehad. Ik weet niet of ik hem nog heb. Heb ik hem nog? Nee, ja. Ja, ja, die heb ik niet. Van een hoogleraar in de theologie in mijn vroegere universiteitsstad Groningen. Dat is van al die professoren eigenlijk even de aardigste waar ik, die ik heb aangetroffen. Dat was een lieve man. En bovendien een man die zeer belezen is, ook buiten de theologie. Een man werkelijk met een. Hij prijst mijn belezenheid hierin, wat erg aardig van weet, maar mijn belezenheid is echt helemaal niets in vergelijking met deze man. Dat is professor Van Baren. En die zegt mij het volgende. Hij heeft namelijk een brief geschreven aan de heer Freddy de Vree. Die een essay ook geschreven heeft in dat beruchte tiradenummer. En heeft hem een briefje geschreven. Hij schrijft het volgende. Ja, ik moet het met blozende wangen voorlezen, maar dat, u heeft het geprovoceerd, dus u zult mij niet kwalijk nemen. In tirade las ik uw boeiende bijdrage over Hermans. Met betrekking tot de naam Parel geeft mij dit aanleiding tot één vraag of opmerking. De betekenis van de parel als de ziel die in het slijk ligt, is een bekend motief van de gnostiek en in detail uitgewerkt in het lied van de parel in de apocryfe handelingen van Thomas, waarin verteld wordt hoe de verlosser afdaalt naar Egypte, de materiële wereld, om de verloren parel te zoeken of te redden. Ik weet niet of Wim, dat ben ik, deze tekst kent en ervan weet. Eventueel vergeten is dat hij er wel van gehoord heeft, maar gezien zijn grote belezenheid, mijn bekende belangstelling in de geschiedenis van de godsdienst, is dit natuurlijk verre van uitgesloten. Wij hebben in zijn Groninger periode over te veel dingen gepraat, zodat ik er zelf geen herinnering meer aan heb. Nou ja, maar dit is dus inderdaad, maar u begrijpt het. U weet dat die kwestie met die parel nader toegelicht wordt door die andere professor die in de wachtkamer van de dokter een middeleeuws boekje over een parel zit te lezen. En dat middeleeuwse boekje, dat zal waarschijnlijk de auteur daarvan, die overigens onbekend is en anoniem, die zal waarschijnlijk door die parel uit de gnostiek waar deze hoogleraar het over heeft beïnvloed zijn geweest. Maar je hebt dus niet aan de schaduw gedacht? Ik heb niet bewust aan gedacht, nee. Dank u wel. Ja. Ja, ik zou graag een vraag willen stellen over een passage uit Tableaux Féminins. Ik zou graag willen weten of het wenen van Sita op de laatste bladzijde een teken van hoop kan zijn. Wat zou van een teken van hoop kunnen zijn? Haar wenen. Het wenen. Haar tranen. Van hoop? Nee. Nee, dat heb ik er niet in gezien. Dus toch eerder van wanhoop. Huh? Van wanhoop. Dus van het begin tot het einde is er alleen maar mislukking. In haar eigen ogen wel, ja. Maar dat hoeft niet absoluut natuurlijk. Want eigenlijk het enige lichtpunt in het hele verhaal. Of misschien niet het allerenige, niet helemaal het enige, maar het voornaamste lichtpunt, maar je kunt er anders over denken als u wilt, dat is het laatste gesprek wat haar man, Clemens, met zijn psychiater heeft. Clemens heeft dus allerlei kritiek op deze vrouw en zijn psychiater weet hem op mijn zinziens goede gronden duidelijk te maken dat hij toch eigenlijk niet met iemand anders getrouwd zou kunnen zijn. Dat hij dus zich bij de tekortkomingen van deze vrouw wordt neer te leggen. En dat ze dus proberen moeten om zo goed mogelijk in vrede met elkaar te leven. En Clemens ziet ook in dat er eigenlijk, het spel uit is. Nietwaar? Een nieuw leven beginnen met een andere vrouw is geen sprake meer van. En voor haar is daar ook helemaal geen sprake van dat ze ooit een ander leven met een andere man zal beginnen. Dank u wel. Ja. Meneer Hermans, uit gesprekken met u, die ik al gezien heb op tv en zo, en ook uit de dingen die u schrijft, en dan vooral
een aantal van de essays in de twee delen van Statistische Universum blijkt dat u A. zeer kritisch bent, wat altijd toegeven valt, maar dat u ook vindt dat er eigenlijk bijzonder weinig is om euforisch over te doen, zowel in Nederland als in het algemeen. Maar nu zijn er een aantal dingen waarover u zich duchtig kwaad maakt. En een aantal dingen, zoals uw repliek daar straks op een van die artikels van morgen, geloof ik, waar u gewoon zegt, nou ja, het is de moeite niet. Ja. Wat is de drijfveer wat die doet beslissen, hier ga ik op in en dat kan niet en daar moet ik op reageren? Ja, dat is erg moeilijk te zeggen, omdat het dikwijls moeilijk is dat te scheiden. Die stukken waar ik wel op inga en andere waar ik niet op inga. In sommige gevallen ken ik de auteurs daarvan wel, of ik heb ze vroeger persoonlijk vrij goed gekend. In andere gevallen ken ik ze helemaal niet. Dat is dus één punt dat mee kan tellen. Maar het voornaamste is natuurlijk of zo'n stuk, de inhoud van zo'n stuk, een zekere grond van waarheid heeft. Die ik dus af wil graven. Hè? En het kan ook zijn dat je een stuk hebt dat zeer waar lijkt, maar wat volgens mij onwaar is. En waarvan ik vermoed dat toch veel mensen zullen geloven dat wat erin staat waar is. Hè? In dat geval zal ik zeker tot een krachtige bestrijding overgaan. Maar het stuk van Morien, dat is. Zelfs mijn grootste vijanden zei ja. Wat Morien nou beweert, dat is onzin. Hè? Maar afgezien daarvan, het is nu helemaal onzin, er is niks over te zeggen. Ik heb gezegd wat ik eruit gebruiken kon, zoals dat veranderen van in twee maal op één pagina dalen, en dat waar ik dan één keer landen van heb gemaakt, op welk idee ik gekomen ben nadat ik een stukje van Morien heb gelezen. Ja, nou, dat gebruik ik toch. Maar verder heb ik geen reden om het zeer vervelende stuk van Morien te gaan bestrijden, wat toch niemand leest of niemand gelooft dat het waar is wat erin staat. Maar wat u nu zegt slaat vooral op de ettelijke, bijna achterbakse aanvallen, vol kritiek en vetes en zo. Maar ik bedoel ook in het algemeen bijvoorbeeld de dingen die u geschreven hebt over de Nederlandse film, om er iets te noemen. Dus algemene dingen. Nou ja, dat heb ik dus. In een, misschien voor mijn doen, buitengewoon genereuze bui gedaan. Omdat ik wel eens afvroeg, hoe komt het nu toch dat in Nederland, de laatste jaren werd er steeds meer geld uitgegeven aan het maken van films en het blijven steeds slechte films. Hoe komt dat nu? Waarom maken wij geen goede films? Waarom maken de Zweden, om een ander klein volk te noemen, wel goede films? Waarom wij niet? Dat ergert mij dus bijzonder dat in Nederland niet mogelijk is. Dat soort dingen. Het is vervelend. Het is niet alleen om je. Het gaat er niet alleen om het land te bekladden waar je uit voortkomt. Maar het is ook verdriet dat je uit een land komt dat op bepaalde gebieden volgens mij daar niet beter zijn best doet en geen goede films maakt. Hè? Of geen goede toneelstukken maakt. Dat vind ik erg, erg droevig. En dat is ook, het is ook erg, erg neerdrukkend. Want. Ik geloof dat als, maar ja, ik ben nooit een Engels of een Franse schrijver geweest, maar voordat je daar een pen op papier zet, dan denk je bij jezelf, drommels, als ik alleen maar naar een kleine pocketreeks kijk, dat vind ik zo 20, 30, 17e eeuwse schrijvers die nog gelezen worden, 30, 40, 18e eeuwse schrijvers die nog gelezen worden, 100, 19e eeuwse schrijvers die nog gelezen worden, en gelezen worden niet door studenten, maar mensen die ze voor hun plezier lezen. Het aantal Nederlandse, oudere Nederlandse schrijvers dat door mensen nog voor hun plezier gelezen wordt, dat is op de vinger van één hand te tellen. Dat vind ik een verschrikkelijke situatie. Het is ook een beklemmende situatie. Want, laten we zeggen, in je nachtmerries denk je, ja, wie weet, het gaat met mij ook zo. Dat, laten we zeggen, zoals nu niemand mevrouw Bosboom-Toussaint meer leest, of wie kun je nog meer noemen, Paul de Mont, wordt geloof ik ook niet meer gelezen. Maar dat je denkt, nou, over 100 jaar leest ook niemand Hermans meer. Of ja, dat moet dan, een student moet, die moet zo en zoveel regels Hermans gelezen hebben, maar hij weet van ellende niet wat hij doen moet. Die angst, die blijft bestaan. Nog één korte opmerking. U haalt er net aan, ook slechte toneelstukken. U hebt er zelf een paar geschreven. Slechte? Ja. Nee. Oh, nee. Ja,
Nee, dat bedoel ik niet. Maar nee. U werd na de opvoering, ik heb ze ondertussen niet gezien voor de duidelijkheid, maar na de opvoering hebt u heel wat kritiek gegeven op de manier van brengen van die stukken. Ja. Ik vroeg mij toen af, toen ik dat las onrechtstreeks, waarom u niet om dat soort vanstaltigheden, als het gerechtvaardigd is, te voorkomen, bijvoorbeeld zoals Klaus die er net al is genoemd, u dan op zo'n manier betrokken blijft bij uw stuk, dat er niks misloopt. Dat is... Dat u controle kan hebben. Ja, dat, nou, daar moet ik het volgende op antwoorden. Dat ligt in mijn karakter of mijn persoonlijkheid. Ik zou, als ik makkelijker met mensen om kon gaan, en als ik iemand was die makkelijk van mensen gedaan kreeg dat ze deden wat ik ze vroeg, dan zou ik bijvoorbeeld, net zoals Klaus ook soms doet, mijn eigen stukken kunnen regisseren. En dan zou ik dus alles in de hand houden, dat bedoelt u. Maar dat kan ik nu helemaal niet. Als ik tegen iemand zeg, dit of dat moet je doen, dan doet hij juist met opzet het tegenovergestelde. Ja? Nu misschien minder, maar ja, nu ben ik te oud en te moe om me daar nog druk voor te maken. Maar toen ik een jaar of 30, 25, 30 was, niemand luisterde ooit naar mij. Als ik zei tegen, als ik naar de bezige bij ging met een prachtig manuscript, ik zei, kijk eens even, hier heb je een mooi boek van de grootste schrijver van Nederland, dat moeten jullie uitgeven. Dan zei, ga weg ermee, vuiligheid, pornografie, hoepel op, de deur uit. Nou, toen kwam het bij een andere uitgever, hè. En het boek, het is een bestaand boek, de Tranen der Acacia's, wordt nog tot de huidige dag herdrukt, maar niet door de bezige bijen die daar nu grote spijt van hebben, maar ja, te laat is te laat. Hè? Als ze dus toen naar mij geluisterd hadden, dan had ze gezegd, ja geweldig, ga zitten, mag ik je een sherry inschenken? Hoeveel voorschot wil je hebben? Nee, vragen van. Hè? Brutale monden, nu nog, een paar weken geleden in de Haagse Post, nog gezeur erover. Ja, die man die gewoon niet wil erkennen, dat gewoon een grote stommeling is geweest, dat hij dat boek niet uitgegeven. Nu is hij een oude, hij is al lang als directeur van de bezig bij ontslagen. Hoofd geworden van een andere papierfirma. Ook van gepensioneerd, altijd dronken, altijd in de gevangenis wegen dronken achter het stuur zitten. Toch geïnterviewd in de Haagse Post en dan lastig praten over mij vertellen. Ja, zegt toe. He? Gewoon een domme man. Die had dus 40 jaar geleden naar mij moeten luisteren en moeten doen wat ik zei. He? Ja, is dat zo? En Hugo Claus, die kreeg dat voor elkaar. Maar Hugo Claus, ja, hoe die doet weet ik ook niet. Ik ben Hugo Claus niet. Die kwam met de bezig bij binnen met de Metsiers. Kijk even, een boek heb ik hier. Dat heeft Angèle Manteau, had dat geloof ik eerst uitgegeven, slechte uitgever. Ja, natuurlijk Hugo, kom hier, ga zitten. Pak er nog één. Wat ga je denken? He? Hier, voorschot, enzovoorts. Die krijgt dat voor elkaar, die niet. Dat is nu eenmaal zo, ja, dat is een van mijn afschuwelijke tekortkomingen. Het is mijn eigen schuld, ja, ik weet niet in hoeverre ik door eigen schuld zo geworden ben, maar ik ben nu eenmaal zo. Als ik wat zeg, dan zeggen ze, hij maakt weer grappen of zo. Of hij vindt alles toch maar een chaos. Nou, kom, we gaan weer verder en zo. Naar mij wordt niet geluisterd, maar van daar heb ik me langzaam een been neer kunnen leggen. Maar in die tijd dat het toch echt belangrijk was, werd niet naar mij geluisterd. Hè? Zo is het. Goed. Ik hoop dat ik uw vraag nu bevredigend beantwoord heb. Ja, nou, u mag wel nog zo'n vraag. Ik vind dat u zeer interessante vragen stelt. Waar ik veel op antwoord heb. Maar ja. U wou iemand anders aan het woord laten. Ja, nou. Nee, ja. Ah, ja. Ik zou u vragen of in het wereldbeeld van nihilisme, van ongeluk en wanhoop, dat niet enkel uw wereldbeeld is, maar het wereldbeeld van eigenlijk alle goede schrijvers, een ontsnappen mogelijk is? Ja, dat weet ik niet hoor. U stelt mij vragen die u eigenlijk, die moet u aan een priester stellen, maar geloof ik dan niet aan een auteur. Hè? En zo ver gaat het allemaal niet. U leest een boek van mij, u leest dat een paar uur en u blijft er nog, u denkt er niet meer over na of u denkt er nog een paar uur over na. En daarna gaat u iets anders lezen. En nou, daarbij blijft het. Ik kan niet iemand de weg naar het paradijs wijzen, maar ook niet naar de hel hoor. Nee, maar het ongeluk, u zegt, het tweede beeld, de wereld is een hals. En het wereld van uw roman, wil die wereld van Hannes verduidelijken.
Nou, ik zeg niet precies dat de wereld een chaos is. Want het zou een weinig zin hebben om dat te zeggen, want als de wereld een chaos was, dan zou je iets anders moeten kunnen aanwijzen dat dat minder chaotisch was. Hè? Want iets kan alleen bestaan als er daarnaast iets was dat perfect geordend is. Dus je kunt even goed zeggen, zoals Leibniz bijvoorbeeld zei, dat deze wereld de beste van de denkbaar mogelijke werelden is. Hè? Dat kun je met evenveel recht zeggen. Dat zegt niets. Maar ik zeg wel dat veel mensen van bepaalde dingen denken, hè, dat ze wetenschappelijk zijn, dat ze zoden aan de dijk zetten, dat ze iets betekenen, dat ze iets uitdrukken, sociologen, politici enzovoorts meer. En waarbij ik dus dan, waar tegenover ik dus stel dat deze mensen zinledige uitspraken doen. Dat zeg ik. Mag ik dan nog een vraag stellen? Nou, ja, dan moet ik eerst weten of hoe onaangenaam die vraag is. Kritiek die tot u vaak wordt gericht is. Wat zegt u? Een kritiek die tot u vaak gericht wordt, onder andere door Moeris, is dat u eigenlijk geen evolutie hebt. Geen evolutie kent. Evolutie? Evolutie, ja. Ik, in mijn werk niet. Ja. Want Moeris zei onder andere tegen Hageman, interview, geschiedenis in de Vlaamse gids, knippen, uitdraksel uit Tabels van Tabels Miljoen. Voor daarnaast een knipsel van Donker Kamer, daaronder een knipsel van Ik heb altijd gelijk, en u had een nieuwe roman. Ja, dat denkt Moelis, maar ja, die kan ook eigenlijk niet roman zijn, die weet niet hoe dat gaat, maar dat gaat zo niet. Nee, maar dat is natuurlijk niet waar, maar dat is gewoon napraten wat ik zelf altijd beweer, maar ook wat ook niet helemaal waar is. Ik beweer het ook niet altijd, maar heel in het begin, ontzettend veel jaren geleden, toen ik gewoon pas één roman gepubliceerd had, toen heb ik eens een keer tegen een journalist gezet, ik schrijf eigenlijk altijd dezelfde roman. En dat is wel een aardige uitspraak, daar zit ook wel iets in, maar de buitenkant van die roman die verschilt steeds. Je kunt net zo goed zeggen dat de firma Ford steeds dezelfde auto produceert, maar als je de auto's vergelijkt die ze in 1900 maken en die ze nu maken, is er grote verschillen tussen, maar het zijn allemaal auto's. Ja. Het zijn allemaal auto's die toch een bepaald model gehoorzamen. Maar verder is het helemaal niet waar natuurlijk, ik geloof dat. Maar ik ben op zichzelf blij dat Moeders dat eigenlijk al zegt. Er zijn ook mensen die zeggen, nou hij wordt niet zo oud, die latere boeken die zijn veel slechter dan zijn vroegere boeken. Maar als je dus nu, het blijkt dus dat je die boeken aan stukken kunt knippen en vermengen met boeken die je geschreven hebt toen ik veel jonger was. En dat je dan het verschil niet ziet, nou dat ik ben dol blij mee hoor, dankjewel Harry. Ja. Ja. Ja, dat is vooral het woord schlemiel, dat is een Jiddisch woord. Hè. En ik heb een jeugd doorgebracht in Amsterdam, waar gewoon een achtste of een negende deel van de bevolking Joods was. Dus het Amsterdams wordt sterk door het Jiddisch beïnvloed. Maar ik wil niet zeggen dat zo'n woord schlemiel, ja, dat is aanvechtbaar. In iedere soort proza is dat ook niet gerechtvaardigd om dat te gebruiken. Maar een stoethaspel, dat hij daar iets bezwaar tegen heeft, dat verbaast me. Maar dat heb ik dus nooit geweten. Dat in... Ik heb geen bezwaar tegen, maar... Klinkt u vreemd in de oren? Ja. Ja, ik weet het niet. Gaat u het dus een paar keer zoveel mogelijk gebruiken, dan bent u eraan. Dan... dit is echt zo, dat is met die woorden. Maar soms raken woorden ten onrechte in vergetelheid. Huh? De journalist van BRT, Frans Boenders, die heeft in een opstel dat ik gelezen had,
kwam hij tevoorschijn met het woord hoetelaar. Dat woord hoetelaar, dat ken ik helemaal niet. En ik dacht dus dat het is, dat woord hier in Vlaanderen nog zou leven en bij ons niet meer. Hij zei, nee, dat heb ik uit Vandalen opgepikt. Enfin, het staat nog wel in Vandalen, hoetelaar, sukkel is dat niet waar. Maar dat vind ik een schitterend woord en ik ben het ook heel gauw weer gaan gebruiken, maar ik ben het nog nooit bij een andere Noord-Nederlander tegengekomen. En ik ben ook op dat idee gekomen om de uitgever in dit boek, die een afschuwelijk persoon is, die heet allemaal niet hoedelaar, maar die heet hosselaar. Maar ik ben via dat woord hoedelaar ben ik op dat woord hosselaar gekomen. Dus dat soort vernieuwingen, ja, daar ben ik voor. Maar ik ben er tegen als, wat je dus geweldig veel ziet gebeuren, niet alleen in het Nederlands, maar ook zelfs in Frankrijk zelfs niet, waar er allemaal ook woorden op een slechte manier uit het Amerikaans vertaald te worden overgepikt en krijgen dan een soort bestaansrecht in de taal. Daar ben ik ontzettend tegen. En dat gevaar, die invloed van het Engels, die bedreigt dus het Noord-Nederlands, om het zo te noemen, in hoge mate. En heeft van oudsher het Zuid-Nederlands, maar niet van het Engels, maar van het Frans. Hè? Maar ik moet zeggen, dat is de laatste 30, 40 jaar ontzettend veel minder geworden. Ik geloof dat ik voor het eerst in België geweest ben in 1938. En als ik daar mensen Nederlands hoorde praten, dat vond ik eigenlijk buitengewoon vreemd. Hè? Maar het is veel beter geworden, het Nederlands wat hier gesproken wordt. Maar ook borden enzovoort. Maar je hebt hier een straat in Brussel, de Rue Royale. Die heette, in mijn jeugd heette die de Koninklijke Straat. Nu heet die gewoon Koningsstraat, net zoals bij ons de Koningsstraat heet. Dus het gaat echt heel erg vooruit. Maar ja, wat schichten zijn, dat weet ik nog steeds niet. Komt er weer in. Wat zegt u? Komt zijn gekomen, waar we moeten doorgaan. Hè? Ja, waarom niet? Wat zegt u? Wie had een uitspraak gedaan dat Vlamingen geen professor in de Nederlandse taal mogen worden in het buitenland? Nee. Ja, kunt u dat eens even uitleggen? Waarom? Ja, dat kan je wel uitleggen. Dat is niet omdat. Dat is niet om het een of ander, maar nou kijk, in Nederlands. Dus ik neem nu voor het gemak Vlaanderen en Nederland samen, blijft toch alles bij elkaar een klein taalgebied. Een 20 miljoen mensen die taal spreken. Dat is in vergelijking met de Fransen, met de Engelsen. Duitsers is dat heel klein. Nu doet zich het gelukkige verschijnsel voor dat aan bepaalde buitenlandse universiteiten, dat daar gelegenheid geschapen wordt, dat daar een docent Nederlands wordt benoemd. Nou, het Nederlands is niet anders dan het Frans of het Engels. Qua streek, het varieert van de streek waar het gesproken wordt. Hè? Maar nu is in Nederland toevallig door die staatkundige grens die er ook nog is de overgang tamelijk brusk. Ik zei dus zojuist, die wordt minder brusk dan het vroeger was, maar is nog steeds zeer duidelijk voelbaar. Hè? Ik bedoel, heel veel proza dat hier geschreven wordt of taal die hier gesproken wordt, die wordt door de Noord-Nederlander direct als wezensvreemd ondergaan. Omgekeerd ondergaan Belgen het Noord-Nederlands als wezensvreemd. Want ik ben zeer verbaasd, deze meneer die dat zei, het woord stoethaspel. Ja, het spijt me wel, maar dat is het Noord-Nederlands. Ja? Maar dat heb je in andere talen ook. Niemand verzet zich daartegen. Ja, sommige mensen geloven wel, de Corsicanen en de Normandiërs geloven. Maar het Frans, dat is niet het Frans. Dat is niet de taal van heel Frankrijk. Dat is de taal van Ile-de-France. Hè? Dat is het Frans. En dat wordt gedoseerd in het buitenland. Ja, er is natuurlijk geen denken aan dat een professor in Barcelona of in Moskou of Warschau die Frans doseert, dat hij daar het Corsicaans gaat doseren, wordt dat op zichzelf ook een heel respectabele taal is, of het Provençaals of iets dergelijks. Ik bedoel, dat kan hij wel doseren, maar dat komt dan op de tweede plaats. Het is ook heel zeker van belang dat iemand die in het buitenland Nederlands doseert, dat hij aandacht besteedt aan de verschillende soorten Nederlands die er bestaan. Maar hij moet beginnen met een bepaald soort standaard Nederlands. En als dat zal men moeten kiezen, de taal van de meerderheid, en dat zijn wij toevallig, het spijt me wel voor u. Als dat Nederland dan door de meerderheid slecht wordt gesproken en als zijn beste schrijvers dan taalfouten maken, dat ze elkaar in de haren zitten wegens taalfouten. Wat denkt u bijvoorbeeld over het taalgebruik van Gerard Reven?
Nou, dat taalgebruik van Gerard Reven, dat is echt niet het slechtste wat je aan kunt treffen. Maar ik vind zijn grappen vervelend. En die zijn waarschijnlijk... Mag ik een zin voorlezen? Ja, wacht. Werk van Gerard Reven. Ja. Ja, ik ken het niet, dus ik heb het nooit gelezen, nee. En toch, ik geloof niet dat de ongeloofwaardigheid van het gebeuren of het beschamende van mijn gedrag is dat mij belet heeft over die episode zoveel jaren het stilzwijgen te bewaren. En dat, ja, wat zijn de bezwaren tegen die vent? Die zijn die het fout, dat is met een dubbele negatie. Oh ja, wees zo lang dat je het zou... heeft dat stilzwijgen te bewaren. Hij bedoelt dat mij ertoe aangezet heeft dat stilzwijgen te bewaren. Ja. Ofwel dat mij belet heeft erover te spreken. Want deze zin die staat hierin, moment, die staat hierin, die heb ik nog door geen enkele Nederlandse criticus aan de kant horen stellen. Dat is een fout van Gerard Reven. Ja. Daar kraait geen haan naar. Ja, maar er komt, ik heb nog geen gelegenheid gekregen te kraaien, want ik heb het boek niet gelezen. En u leest dus één zin zo vluchtig voor, dan kan ik niet direct zo à bout portant zeggen, ja, maar ik geloof dat u gelijk heeft, ja. Dat is schandelijk. Dat is schandelijk, ja. Schande over hem. Ja. Hier is de adviseur bij de Bijbelvertaling. Is dat zo? Oh ja, daar hoor ik van op. Daar moet een eind aan komen. Weg met hem. Wat? Professoren zitten ook te studeren. De critici zitten dat uit te pluizen. En ik heb nog nergens gelezen dat daar een fout staat bij Gerard Reven. Nee. En dan willen die, het is de alinea, dat zijn de 8. Dat zijn 8. En toch, ik geloof niet dat het de ongeloofwaardigheid van het gebeuren, beschamend van mijn gedrag is, dat mij belet heeft. Ja, inderdaad, hij moet dus dat mij ertoe gebracht heeft het stilzwijgen te bewaren, ja. Nou kijk eens, als de beste... In het gebeuren, dat mij, in het bijna ongeluk, belet heeft het eerder aan het papier, bovendien twee keer belet, ja, het is heel fout. Het is schandelijk, ja. Weg met hem. Als mijn boek was, dan verscheurde ik het, maar het is van u. Ja, maar kijk, maar iedereen... Om Vlaamse professoren het recht te betwisten om Nederlands te doseren aan buitenlandse universiteiten. Nee, maar dat zit hem niet in dat soort dingen. Iedereen maakt natuurlijk hier onbewust fouten. Nee, nou ja, dat is maar ja, hoeveel mensen in Nederland lezen een boek serieus? Heel weinig hoor. Maar daar gaat het niet om, maar het gaat erom, het heeft ook andere redenen. Het gaat erom dat de Vlaming, zelfs als hij dus geen fouten maakt, of zelfs als hij niet overmatig veel Gallicisme gebruikt, wat hij niet dikwijls doet, dat hij toch dat zijn idioom ontzettend verschilt. Ik bedoel, zelfs als je een bladzij leest van iemand als Elschot, die dus zelfs naar het schijnt heel in verregaande mate door Noord-Nederlanders gecorrigeerd is, als je één bladzij daarvan leest, dan heb je direct in de gaten dat is geen Noord-Nederlander die dat geschreven heeft. En dat zit hem in het idioom. En dat die idiomen verschillend zijn, dat vind ik allemaal prachtig. Maar je moet niet in het buitenland een particularistisch idioom gaan doseren als je een taal gaan die mensen gaat brengen die ze helemaal niet kennen. Dan moet je dus met het meest algemene, het meest banale beginnen en daar maar pas het bijzondere. Ik denk dat we moeten leren het Vlaamse pigment appreciëren. Maar ik apprecieer het ook wel, maar ja, ik houd ook veel van gerookte zalm, maar ik eet niet alle dagen brood, maar ik zou niet alle dagen gerookte zalm willen eten. Ja, wij willen ook wel naar eens Nederland luisteren en zelfs meer dan eens in de week. Dus wij appreciëren dat wel. Het Noord-Nederlandse idioom, dat is weer wat appreciëren. Nou, dit vind ik erg aardig van u. Maar het is de vraag in hoeverre u het zelf zou kunnen gebruiken. En dat eis ik ook niet van u, maar dat zou u ook erg veel moeite kosten, denk ik. Ja, ik bedoel het dus helemaal niet kwaadaardig, maar alleen praktisch. Ja. 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 Ik had een korte vraag voor het terugspelen op uw verzuchting dat... in Nederland, in het Nederlands taalgebied, nog zo weinig boeken weinig auteurs uit de 18e en de 19e eeuw worden gelezen, terwijl dat in Frankrijk wel het geval zou zijn. Ja.
Maar is niet de belangrijkste oorzaak daarvan de ontwikkeling van de taal? Ik wil het 18e en 19e eeuwse Frans is veel minder verschillend van het hedendaagse Frans dan het 17e, 18e, 19e eeuwse Nederlands Frans. En aansluitend op deze vraag ook, ziet u het gebrek in de Nederlandse literatuur van goede toneelstukken bijvoorbeeld, waarin het achteruit is gegaan, dat er vroeger dus veel meer op dit gebied werd gepresteerd, en houdt dat misschien verband met die ontwikkeling van de taal zelf? Ja, daar is vast en zeker een verband tussen, maar ik wou het volgende nog tegenin werpen. Ten eerste het Engels bijvoorbeeld, in tegenstelling tot het Frans. Het Frans is al heel vroeg gecanoniseerd door de oprichting van die bijna almachtige academie die decreteerde wat Frans was dat niet en waar het Frans is. Dus laten we zeggen, bepaalde ontwikkelde Fransen zich aan houden, terwijl ze dus op die manier een schrijftaal gingen schrijven die heel weinig contact meer hield met het gesproken Frans, wat misschien ook een nadeel heeft, maar ook een voordeel, want daarvoor krijg je dus een universeel communicatiemiddel. Maar laten we zeggen, in Engeland is dat veel minder. Hè. De toneelstukken van Shakespeare die zijn al in Engels geschreven, dat sterk van het moderne Engels afwijkt. Maar inhoudelijk zijn ze zo interessant dat we ze toch blijven lezen. En wat het Nederlands betreft heb je dat dus niet. Terwijl je wel enkele 18e eeuwers hebt, en ook 19e eeuw, maar de grootste 19e eeuw is dus Multatuli, die inderdaad een zeer modern Nederlands schreef. Maar haast al die andere Nederlandse schrijvers, die schreven in Nederlands, ja, dat ze, weet ik veel, uit hun duim gezogen hadden. Die mensen die gingen op hun eigen houtje een soort Nederlands schrijven, dat ze op de ene manier chic vonden of geleerd of zo, maar wat bij het Nederlands, het levende Nederlands niet aansloot. En je hebt enkele uitzonderingen op die regel. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde 18e eeuwse pamfletisten die wel een vrij redelijk leesbaar Nederlands schreven, maar dan is het inhoudelijk zo onbenullig dat het eigenlijk niet de moeite waard is om er kennis van te nemen. Wel voor een taalkundige, maar wat de ideeën betreft is het niet erg interessant. Er is op het ogenblik een vereniging in Nederland die zich bezighoudt met het herdrukken in offset, dat gaat op het ogenblik zo makkelijk, weet ik, met de boeken van Jacob Weijerman. Nou ja, het is wel aardig, maar erg veel bijzonders is het niet. Dan heb je nog een andere man, van de naam mij de laatste tijd niet meer te binnen was schieten. Weet jij nog die? Pieter van Wonsen. Ja, Pieter van Wonsen. Nou ja, dat is ook, die werd ook bewonderd door Multatuli. Maar dat is ook even de weinige 18e eeuwse Nederlanders die een pittig Nederlands schreven. Maar ja, meer dan journalistiek was het niet. Hè? Het ging niet diep. Maar daarvoor, in de Gouden Eeuw, toen werd het toch wel wat. Ja, maar ik vind het allemaal erg moeilijk leesbaar. Ik wil Hooft lees ik niet voor mijn plezier, Vondel ook niet. Enkele gedichten van Vondel vind ik wel mooi, nog steeds. Maar een heel drama van Vondel lezen, dat is een opgave. Brero is nog moeilijker. Hooft, nou de gedichten van Hooft, ja die gaan wel, maar de historie van Hooft is vreselijk om te lezen. Ze staan er op een zeker pijl en is dat pijl nu in deze tijd teruggelopen? Nou, dat weet ik niet. Ik geloof wel dat Om bij het geleerde proza te blijven, dat, laten we zeggen, iemand als Huizinga, dat die een proza schreef dat ten eerste erg goed leesbaar is, mooi Nederlands is, en bovendien, er was een geleerd man, een ontwikkeld man. Zo'n boek als Herfsttijd in het middeleeuwen, dat zal nog vele, vele eeuwen lang zal dat leesbaar blijven. Maar ja, dat staat dus op een tamelijk eenzame hoogte. Dank u. Ja. Zou ik zelf ook een vraag mogen stellen? Ja, meneer Hermans, ik wou ook nog even een vraag stellen. U hebt dus gezegd in een gesprek met Penders dat u bijzonder veel zorg besteedt aan de keuze van de namen. Bijvoorbeeld de naam Clemens, de hoofdfiguur uit de talloze veel miljoenen, ja. De zachtmoedige. Is dat voor u, de keuze van die naam, is dat voor u een soort identificatie met die figuur ook? Ja, dat heb ik een keer tegen Raymond Benders gezegd toen ik niet zo erg geïnspireerd was. Dat is geloof ik niet helemaal waar. Maar hij wees me erop dat Clemens, dat dus de zachtmoedige betekent. Maar is die hoofdpersoon die Clemens heet, is die nu zo bijzonder zachtmoedig? Dat is die eigenlijk niet. Hè? En ik vind het ook een beetje kinderachtig om
om altijd namen, personen namen te geven die een programma inhouden. Dat vind ik onjuist. Dat kun je in een satire doen. Bijvoorbeeld Droogstoppel, ja, die is droog. Hè. Pieter Staastok, dat is een stijfwaarder, goed is een Staastok. Enzovoorts meer. Dat is meer voor de satire dan voor andere soorten boeken. Waar ik meer op let, is of een naam, ja, ik weet het niet precies. Het is inderdaad een grote zorg voor mij. Het is waar dat ik daar erg veel moeite aan besteed. Dat ik daar voor in boeken met voornamen en andere boeken, al encyclopedieën zit te bladeren om mooie namen te vinden. In mijn nieuwste verhaal komt bijvoorbeeld een man voor, die is een directeur van een groot weekblad. En die man die heet van zijn achternaam Boshörne. Hij is een antipathieke figuur en ik vind ook dat die naam Boshörne zeer antipathiek klinkt. En dat komt me buitengewoon goed uit, want er is ergens in de provincie in Nederland is een dominee die Boshörne heet, die altijd stukjes over mij schrijft dat ik aan de duivel verkocht ben enzovoorts. Dus ik vond het heel gepast om deze man nu Boshörne te noemen. He? Maar van Clemens, nee. Ik vind het gewoon een beschaafd klinkende naam, daar heb ik in de eerste plaats aan gedacht. En als er nog bij komt, dus zachtmoedig, ja. Och, bijzonder onzachtmoedig is die man ook weer niet, maar erg zachtmoedig is die ook weer niet. Dus hij kan Clemens heten. Ja. Maar, en Sita, ja, Sita bijvoorbeeld, Rosita, ja, je zeggen, ja, Rosita betekent eigenlijk roosje, niet? Is die vrouw nu een roosje of is een roosje geweest? Ik weet het niet of. Ja. Parel is natuurlijk een ander geval, maar daar hebben we het dan net al over gehad. Ja, maar uit die antwoorden blijkt toch wel dus dat er weinig identificatie met uw figuren is. Nou, dat weet ik niet, maar achteraf, ja, ik weet het niet precies waarom ik een persoon. Het is makkelijker om als vader een kind te dopen, want. Dan wordt er gewoon in de familie overlegd. Ja, dat de opa heet Piet, dus jij moet het kleine ook Piet noemen, want opa gaat hem straks een ton nalaten. Dus het is niet leuk als de Piet dan, kleine Piet dan geen Piet heet. Hè? Of tante Truus, die zal hem een heel mooie villa in het Gooi nalaten. Dus dochtertje, noem haar Truus. Kan nu weten, kan dat het te pas komt. Dat zijn heel andere motieven dan ik heb. Ja, maar, bij het dopen van die romanpersoon. Ja, maar u beschouwt zichzelf ook als een soort vader. Een soort vader, een soort kunt u. Nee, als romanschrijver. Ja, wellicht, ja. Een soort God de Vader ook. Ja, natuurlijk, want God zelf die begint ieder mens te scheppen vanaf het embryo tot, niet waar? Bij mij komen ze al op het toneel als ze 50 jaar oud zijn. Dat dacht God helemaal niet. Ja, ja. Maar mag ik dan vragen, dat heeft me altijd al gefascineerd, ook in onder professoren. Waar u de zekerheid van het alwetende vertellersgezichtspunt vandaan haalt? Ja, dat houden we nu. Ja, maar misschien kunnen we daar die discussie. Nou, ik wil nog wel even doorgaan. Kijk, dat is dus de ongelooflijke brutaliteit die je bezitten moet om romans te schrijven, die iedereen dus niet heeft. En ik alleen op dat gebied heb, want juist doordat ik op dat gebied. Vraag die deze minister dan. Op andere gebieden heb ik dat niet. Hè? Dus niemand gelooft mij als ik in het dagelijks leven iets zeg. Dan zeggen ze, ah ja, poeh. Hè, maar als ik het in een roman opschrijf, die man heet Clemens. Ja, zegt hij, is Clemens, ja. Ja, zo heet het, ja. Maar ik zuig het echt allemaal aan mijn duim. Hè? Ja, goed. Zullen we het daar maar bij laten? Ja. Wilt u dan even twee van deze fiches trekken, met de bedoeling dat u daar twee mensen gelukkig of ongelukkig mee maakt? Ja. Deze kant hier. Ja. Zijn ze dat allemaal? Ik wil even door elkaar nemen. Waar? Ja. Schuldige hand. Goed. Ik zal ze met twee handen trekken. Oh nee, ik kan lezen wat erop staat. Zo. Ha. Kun je het lezen? Ja, Jan Watté. Wil Jan Watté zijn hand opsteken? Dat wilt u hem geven. Hij mag kiezen. Eerst heb ik hem opgenoemd. Hij mag kiezen. Maar als hij een bepaalde voorkeur heeft, dan. Ja, dat heeft hij. Maar als hij geen voorkeur heeft, dan zal ik de voorkeur vragen van mevrouw Gelissen Roemans. Bij mevrouw Gelissen Roemans. Zo. Ja. Dat is Jan Watté. Ja. U kunt het misschien toch het beste als u met elkaar overlegt plegen, want het zou vervelend zijn als iemand een boek kreeg wat hij al bezat ofzo. Waar zou ik het gelukkigst mee zijn achteraf, als ik het gelezen heb? U heeft ze geen van tweeën gelezen? Geen van de twee. Oh, en heeft u één van tweeën gelezen? Nou, dan krijgt u deze. En u krijgt deze.
Dank u wel. Dank u wel.